Een hele goede morgen, dames en heren. Like even allemaal deze video. Laat ik even in de spiegel kijken hoe ik er vandaag uitzie. En wat zie ik er vandaag toch prachtig uit. Alleen, ik heb geen hoofd. Mensen, like even allemaal deze video, zodat ik mijn hoofd weer terugkrijg. Want anders komt Pennywise achter je aan. 2000 likes, jongens. Oh nee, we gaan voor de 3 likes. Oké, laten we naar beneden gaan. Ik denk dat het een goed idee is, mensen. En abonneer. Maar wat moet ik vandaag eigenlijk doen? Want ik weet even oprecht niet wat er gebeurt. Laat ik eerst naar de badkamer gaan. En wacht eens even. Huh? Wacht, waarom staat er een waarschuwingsbord voor mijn badkamer? Oké, dat is wel heel erg raar. Ik weet niet mijn ouders er iets van weten. Maar heeft hier iets verstand van? Waarom staat er een waarschuwingsbord voor de badkamer? Maak je maar geen zorgen. Er wordt een nieuwe spiegel geplaatst in de badkamer. Exactly. Dus je moet even wachten. Je kunt zo meteen in de badkamer in. Maar nu nog even niet. Want we zijn nog even bezig met werkzaamheden. Ah, vandaar. Maar wie heeft de spiegel nou weer besteld? Ja, de lader. Dat heb ik gedaan. Oké. Je hebt de spiegel blijven besteld. Nou, ik vind het allemaal mooi. Oh, laat ik even naar buiten gaan. My god. Ik kan me niet eens opfrissen op dit moment. Ik stink in mijn mond. Dat is echt niet best. En hè? Wat krijgen we nou? Voor wie is die truc nou weer? Ik weet niet voor wie die truc is. Maar het zal me wel goed zijn, weet je. Laat ik even gaan kijken. Wordt er met zo'n vrachtwagen 1 spiegel geleverd? Yep, dat klopt helemaal. Oh, whatever dan ook. Ik ga nog heel even naar mijn kamer toe. Het zal ook allemaal wel goed zijn, weet je? Oh my god. En hè? Wat heeft dat nou weer te betekenen? Hé, hey, jongeman. De spiegel staat er klaar. Fijne dag nog, hè? Fijne dag. Oké, dus hij heeft de spiegel geplaatst. Ik vind het wel heel raar, want we hadden al een goede spiegel. Waarom dan weer een nieuwe? Nou, in ieder geval, het zal wel. Hij gaat er lekker vandoor. Dan ga je dan, meneer. Oeh, pas een beetje op. Dag, vriendjes en vriendinnetjes. Laat ik even naar de badkamer gaan. Hey, ik wil eerst. Oké, ga jij maar eerst naar de badkamer dan. Je weet toch al een kat uit als eerst wil? Ja, maar ik wil me ook opfrissen. Ik moet er ook even naar mijn vriendin toe. Alleen, man. Ik stik in mijn bek. Mijn haar zit voor een meter. Zo kan het er niet aankomen waar. Heb je pech? Ik moet naar mijn vriendje toe. Ja, die vriend komt elke dag. Ik ga maar 1 keer per week. Of 2 keer per week naar mijn vriendin. Onloyale hond. Die moet toch elke dag naartoe? Hallo, we hebben ons eigen leven. Dat zijn we allebei gewoon gewend van elkaar. Oh my god. Ik ga eens even kijken. Wat heeft dat betekenen? En wat gebeurt er nou? Hallo, Tracy? Tracy? Oh nee, Tracy? Wacht, waar is Tracy nu weer gebleven? En dit is de nieuwe spiegel van ons. Oké, heel fijn. Maar waar is Tracy nu weer? Ik durf het even niet te zeggen, maar... Tracy? Oh nee, Tracy is ook niet hier. Zat hij in mijn kamer zijn? Tracy, als je geentje wil uithalen, kun je toch goed tegen me zeggen. En Tracy? Wacht, oké, ik weet het echt niet. Waar is Tracy nu weer? Nee, Tracy is er ook helemaal niet. Dan misschien in het kaartje van mijn roemetje of van mijn kamertje van... Nee, daar is hij ook niet. My god, ik ben zo confused op dit moment. Pa, ma, hebben jullie Tracy gezien? Tracy was er naar boven toe. Nou, ik was aan het kijken boven en er was helemaal niemand in de badkamer. Maar niemand was boven te zien. Ja, vast. Tracy is gewoon leuke geintjes aan het uithalen zijn. Jij hebt toch een beetje complottheorie. Houd toch eens mee op. Nou, sorry, pa. Weet je wat? Ik even een chickie ophalen. Want ook daar moet ik in vandaag natuurlijk aanwezig zijn. Nou, even mijn auto pakken en dan gaan we maar eens rijden. Ik hoop dat jullie een beetje een leuke dag hebben gehad, mensen, vandaag. Ik was laatst in Londen geweest, zoals jullie weten. En ook, ik heb daar hele leuke video's opgenomen. Er komen allemaal nog video's online. Jullie gaan het ook wel zien. Ik ben niet alleen gegaan. Andere collega YouTube van mij is ook meegegaan. Maar ook daar ga je nog vlogs voorbij zien komen. Maar goed, mensen. Ik zou zeggen, ik ga vaker reizen. Dus dat betekent dat er meer video's in het buitenland worden gemaakt. Wie heeft daar even zin in. Laat even eerlijk. Wie heeft er eigenlijk zin in? Laat even achter in de comments als jij daar zin in hebt. Weet je wat? Ik ga even naar mijn chickie toe. Oké, dames en heren. En ik pas nog eens op. Kijk, dat je topperman. Nou, we komen dus in ieder geval lekker aan bij mijn chickie. En ik ga er eens even ophalen. Hé, schat, hoe is het met jou dan? Is alles een beetje oké met jou? Ja, er is het gewoon goed. Alleen ik ben een beetje in shock. Hè, hoezo dat dan weer? Opa is ineens vermist. Ik zweer het je. Mijn opa en oma hadden vannacht een nieuwe spiegel gekregen vandaag. En mijn opa is ineens gewoon vermist geraakt. Hè, dat is gek. We hebben ook een nieuwe spiegel thuis gehad. Hè? Huh? Jij ook al? Ja, en Tracy is dus vermist geraakt. De lader, alsjeblieft, stop met die grapjes. Ik ben serieus. Ja, maar ik ben ook serieus. Ja, vast. Daar gelooft er helemaal niemand in. Ja, ja. Oh, weet je wat? Hey, ik hoor de deurbel. Ik doe wel even open. Want ik weet niet wie er voor de deur staat, maar... hallo, wie bent u als ik vragen mag? Ik wil mijn chick spreken. En wat nu? Jouw chick? Hey, ik weet niet wat het is, maar voor mij is het mijn vriendin. Oh, de smicht. Ze is waarschijnlijk vreemd gegaan op mij. Vreemd gegaan? Ik heb alleen maar slechte dingen over je gehoord. Laat me dan langs. Je weet hoe dames zijn, hè? Ik ga dus even roepen. Lieverd, je vriend of in ieder geval je ex-vriend staat voor de deur. Zeg maar dat ik kan oprotten. Oké, ga ik doen. Ik weet niet wat hij nou moet maken, maar ik zal het even tegen hem zeggen. Je mag lekker oprotten als ik jou was, want ik heb niks met jou te maken, vriend. Oké, vriend, als we zo gaan beginnen, ga traan, vriend. Wat heeft dit nou weer te betekenen? Nee, dat gaan we mooi niet laten gebeuren. Hé, stop. Hè, wat denk je van nu? Hier, bam, bam en bam. Dit kun je krijgen van mij ook. Zo, liggen jij achterlijk, idioot. Dit gaan we niet laten toestaan, hè? Sukkeltje daar je bent. Hier, als sukkel. Bam. Heb je nog wat of niet? Nee, hè? Dacht ik ook. Nou, lieverd, ik heb er even mooi gehakt van gemaakt. Begon je agressief tegen je te doen? Yep, kom, schat, we gaan naar mijn huis toe. Oké. Hoezo loop je eigenlijk zo? Dat is sneller. Jij zou het beter weten dan ik. Dus jouw huis natuurlijk. Ja, inderdaad. Inderdaad. Dat wou ik net zeggen. Nou, laat ik even gaan lopen. Sorry, schat. Oh, was een beetje op, jong. Ja, ja. Nou, daar is mijn auto. Laten we even in gaan stappen. Hey, babe, ik ben er. Okidoki. Nou, dat is mijn enige wat betekenen. Laten we naar huis rijden, toch? Ja, dat
vind ik nou een goed idee. Mooi. Oké, dames en heren, wij zijn dus bijna thuis aangekomen. En ik denk dat het hoogste tijd is om even de auto te gaan parkeren. Want ook ik moet het natuurlijk even doen. Dus laten we even naar binnen rijden. Laten we dat even samen eens luisteren naar binnen. Ja, inderdaad. Misschien wel een goed idee om dat te doen, hè. Kom, laten we even uitstappen, schat. Oké. Nou, kom, laten we even naar binnen gaan. Ja, misschien wel een goed idee. Goed dat verder iedereen thuis is. Ja, Tracy niet, hè? Dat weet je toch? Ja, inderdaad. Tracy is ineens weg. Inderdaad. Allee, wie zou er eigenlijk achter zitten? Want hoe kan het nou weer? Hoezo is iedereen vermist? Hier klopt iets niet. Ach, zal het toeval zijn, toch? Toeval, Hey pa, hey ma, hoe is het met jullie dan? En waar is Tim eigenlijk? Je zoon Tim is naar school toe. Dat klopt, Delano. En Tracy heeft nog steeds niet gevonden. Oh, nog steeds niet? Hoe kan dat nou weer? Ja, weet ik veel. Die waarschijnlijk gewoon uit raam gevlucht om te flikflooien met zijn vriend of zo. Flikflooien met zijn vriend. Haar vriend. Ja, oké. Het zal me wel. Delano, ik moet even naar de wc, ja? Nee, wacht. Wat is er? Die nieuwe spiegel, weet je nog? Ach, schijt eruit, man. Ik geloof niet in die onzin. Oh, whatever. Luister, Delano, als ik moet, dan moet ik, oké? Ja, oké, je hebt al gelijk. Dus, wat probeer je nou weer te zeggen dan? Ja, luister, je weet toch wat er gebeurt met Tracy tussen daar bovenin naar de badkamer? Tracy, ja. Ik geloof nog steeds niet meer dat je erover loopt te praten, maar oké. Nee, inderdaad, je mag misschien niet geloven, maar het is wel zo, schat. Ik geloof er niks van. Stop met die complottheorie. Oh, jeetje, beneetje, dat ik ooit bij jou ben gegaan. Ik snap er helemaal niks van dat ik zo dom ben. Oh, whatever dan ook. Jouw risico's. Ja, weet je, het zal ik hem wel. Ah! Schat, wat heeft dit betekenen? Nee, wat is gebeurd? Oh, nee. Oké, laat ik niet in de spiegels gaan kijken. Nee, mijn liefde is weg. Hoe kan dat nou weer? Oh, nee. Pa, ma, er is serieus wat gebeurd. Zeg, jongen, wat is dat geschreeuw? Je loopt geen geitje uit te halen, hè? Nee, hoezo zou ik nou weer? Hallo, ze ook zijn ze ineens weg. Je moet ook niet zo hard aan de gaan aanzetten, joh, gek. Ik zat niet eens aan haar. Ze ging naar de wc toe. Toen begon ze wat te schreeuwen. Blijft er ook van haar af met ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag? Ik heb niet eens aan haar gezeten, nogmaals. Oh, wat even dan ook. Ik ga wel even naar school toe. Als drie vrouw nog is, wat hij straks ook vermist is. Lach maar erom. Weet je, ik ben helemaal klaar mee ook gewoon. Laat ik er maar gewoon lekker verdoren, want ik snap er helemaal niks van. Maar gelooft niemand mij, er is iets met die spiegels aan de hand. Dat is wel duidelijk bewezen. Oh mijn god, zeg, wat zijn mensen echt zo dom. Dat is het enige wat ik depressief van word. Mensen die niet eerlijk zijn. Verder heb ik helemaal niks met depressies te maken. Weet je wat mensen, ik ga lekker racen, ik zie jullie daar. En daar komen we aan, bijna op schooltje. Want ik ben heel zoet en ik ga naar school toe. Ga maar lekker rennen, zou ik zeggen. Oké, mooi. Je redt gewoon weg voor mijn auto parkeren. Alsjeblieft, zeg, niet zo zeiken. Vlotter zet ook altijd een auto zo neer, of niet? Nou, in ieder geval, we zijn dus lekker binnen aangekomen en we gaan eens even kijken hoe het met mijn zoon is. Zo, ik even kijken in de les. En hè? Waarom is er geen docent? Ik weet niet wat het is, maar zo'n docent gaat naar de wc toe, ze kwam niet meer terug. En hetzelfde met heel de klas verder. Iedereen moest vandaag een keer naar de wc en iedereen die moest is nooit meer terugkomen. Huh? Oké, dat zou wel heel raar zijn. Wat zou ze eigenlijk aan het doen zijn dan? Misschien inspectiecontrole of zo. Zijn ze vanochtend hier ook met de vracht langskomen, zoals bij ons thuis? Yep, dat klopt helemaal. En ze hebben nieuwe spiegels geplaatst in de wc's. Nieuwe spiegels ook al? Oké, er is iets met spiegels, dat kan niet anders. Ik weet niet, maar er is niks met de wc's. Hoezo niet? Oh joh, weet je, ik ga gewoon stiekem naar de wc. Misschien moet ik gewoon stiekem doen. Hey, wacht, doe het nou niet. Stop het met de onzin. Ik ga gewoon naar de wc hoor. Alsjeblieft zeg. Met een stomme kwaksans. Alsjeblieft, doe het niet. Doe het voor mij. Blijf van die wc vandaan. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Nee, ik ga gewoon. Oké, wat jij wilt, jongen. Maar ik zeg het je alleen maar. Het is een domme keuze om nu naar de wc te gaan. Je weet niet wat er gaat gebeuren, jongen. Wat moet er gebeuren dan? Het is een plek om even je behoeften te doen. Een poepje en een plasje. En geen plek voor monsters. Alsjeblieft zeg. Ik snap dat je video's over creepypasta te maken. Maar niet bij mij bellen, alsjeblieft. Oké, het zal ook allemaal wel. En leer een beetje Nederlands, alsjeblieft. Ik ken genoeg Nederlands. Ik begin een beetje moe te worden. Ja, oké, heel fijn. Oh, hij is ook weer zo eigenwijs. Hij dacht ook, ik ga even naar de wc toe. Dit kan niet heel veel goeds betekenen. En hey, bij hem hoor ik niks. Help! Oké, never mind. Oh nee, Tim. Wat is er gebeurd met Tim? Wacht, hier hangt inderdaad de spiegel. Oké, niet inkijken. Oh my god, het kan niet eens. Waar zou Tim moeten zijn? Even de wc-hoekjes om afgaan. Ik denk dat dat best is, man. Oh nee. Oké, we gaan er gewoon even overheen klimmen, man. Ik zweer het je. Hoppa. Oké, dat is nummertje 1. Ook niks. We hebben nog 3 hoekjes te checken. Niks. En is hier dan iets? Niks. Oké, dan hoop ik dat er in die andere nog zit. En ook niks. Oftewel, Tim is ook al vermist. Ik moet het tegen de klas vertellen. Ik ga ze nu zeggen dat ze naar huis moeten. Ik zweer het je. En niet naar de wc moeten gaan. Beter in een bosje dan in de wc nu. En anders niet in de spiegels kijken. Want dat deed ik ook niet. Whatever dan ook. Laat ik even naar de klaslokaal gaan. En hè? Wat is wat? Een clown? Nee. Heb jij iets met spiegels te maken? Misschien. Dit is absoluut ontolerant. Dit gaan we niet doen, jongen. Ontolerant dit. Hier, bam. 3, 2, 1. Dit kun je krijgen van mij, hè? Wat denken we niet gek? Hier, bam. Liggen jij. Klaar. Zo. Had je nog wat, hè? Stomme clown dat je bent. My god, zeg. Van heel de verbende is hier doodgemaakt, joh. Zijn ze gek geworden? Ik ga denk even naar huis toe en ik hoop dat alles oké is met mijn ouders. Ik zweer het je. Ik moet het nieuws tegen mijn ouders gelijk gaan vertellen. Dus weet je wat? Laat ik even naar huis reizen. Dus ik zie je weer daar. Ik kom dus weer bijna thuis aan bij mijn ouders. En ik denk dat de hoogste tijd is om even te vertellen wat er gebeurt. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Oh my god, ik ben er maar helemaal alleen in de auto. Wat even dan ook. Ik hoop in ieder geval dat alles goed komt met ze. Want ik zweer het je, ik maak me wel echt grote zorgen om ze. En ik hoop dat je het wel enigszins begrijpt. Oké, laat ik hier even gaan kijken hoor. Pa, waar zijn ze nou in gebleven? Pa, ma, zijn die boven misschien? Oh, ik denk het niet. Ik zweer het je. Pa, ma. En niemand is er ook gewoon. Hoe dan? Oh nee, dat betekent maar één ding dat ik even buiten ga kijken. Ik zweer het je. En hè? Wat heeft dit nu weer te betekenen? Oh my god, hey. Stoppen jullie. Nee. Oh nee. Hier, au. Nee, stop. Au, oh nee. Ik word gewoon aangevallen door een hele bende. Hebben jullie mijn ouders vermoord, hè? Zijn jullie gek geworden? Oh my god, hey, stop. Dit gaan we niet laten toestaan. Hier, dit mooi niet, hè?
Wat denk je wel niet? En jij ook. Nee, auw, ey. Ga mooi niet laten gebeuren, vriend. Zo, dit is wat we met jou doen. Ey, stop. Zo, en jij ook. En jij gaat ook even mooi neer, gehad. Nee, dat gaan we niet laten gebeuren. Bam. Zo, hè? Wat denk je wel niet? Even gek doen. Ja, ondertussen zijn de spullen ook een beetje kapot in huis. Dat is helemaal niet chill. Oh, mijn ouders. Oh, ik weet niet wat ze zijn, maar als ze terugkomen, dan gaan ze zo niet leuk vinden. Wacht, ik weet eventueel waar ze kunnen zijn. Weet je over die spiegels? Ik weet waar die spiegels geleverd worden. Maar ik weet ook hun rioolbedrijf. En ik heb het idee dat de rioolbedrijf en de spiegels daar iets mee te maken hebben. Laat ik even naartoe rijden, want ik denk dat ik daar een clue kan vinden. Weet je wat, mensen? We gaan naar het vliegveld toe. Nu meteen. En daar moet het dan zijn, jongens. Het vliegveld. Oh my god. Laat ik even naar binnen rijden, want ik denk dat wel een verstandige idee is om te doen. En oh nee. Oké, wacht. Ik moet niet hier. Ik moet even via de douane natuurlijk. Ik kan toch niet zo naar het vliegveld komen, jongen. Als goed is de maatschappij dus Flyers en daar hebben we dus de metro. Even een leuk feit, want ik was laatst in Londen, zeg maar, en die metro gaat zo vaak. Elke 2 minuten gaat er een metro. Kun je dat überhaupt voorstellen, dat er elke 2 minuten een metro gaat? Ik niet, maar toch is het zo. Er zijn dus 2 bewapende agenten. Die gaan we even mooi pakken, die wapens. Want ik kan die goed gebruiken hier. Bam, hier. Zo. Hè? Hoppa. Nee, je gaat niet schieten, vriend. Bam. Zo, dankjewel. Nou, heb ik in ieder geval een mooie wapen te pakken. Ik heb tijd om door de douane te komen. Maar ja, eerlijk, ik denk dat ik er moeilijk doorheen gekomen door de douane. Iemand zit daar geld te pinnen. Nou, dat is hartstikke leuk. Als je geld nodig hebt, moet je het lekker doen, hè. En daar moeten zijn departures. En ik denk dat we even een vliegtuig moeten pakken en hoe dat zou moeten gebeuren. Oké, we komen dus binnen aan en even de douane in. En hey, ging je piep, want er is helemaal niemand. Hey. Maar er staan ze namelijk wel heel veel vluchten. Wat wordt er allemaal gezegd? Oké, eentje gaat naar San Fierro. Oké, overal gaat wel een vlucht. Laat ik even doorgaan naar de volgende bestemming. Nou, laat ik even mooi die vlucht gaan pakken. Want ik denk dat zo goed is om even verder te gaan. Oké, gate 8 als het goed is. En die gaat dus naar Miami toe. Want bij Miami moeten we dus namelijk zijn. Oké, is het gate 8? En of dat het gate 8 is? Oké, mooi. Laat even vliegtuig instappen. En ik denk dat we moeten wachten tot we aankomen in Miami. Oké, laat ik even een mooi plekje gaan zoeken. Oké, this business class. Nou, kan ik goed gebruiken. Dus weet je wat, mensen? Ik zie je weer daar. Nou, daar zijn we dan aangekomen in Miami. En ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker een autootje te gaan pakken. En hey, je mag niet bellen hier, hè? Kom aan, zeg. 5G. Oh my god. Voor hetzelfde geld word ik bestuurd door de overheid als ik 5G aan heb staan. Oh, die complottheorieën waren ooit zo dom. Ik zweer het, dat was in die coronaperiode. Dat mensen allemaal van die complottheorie ideeën. Ook de tijd dat YouTube veel beter was. Want eerlijk, als je mij zou vragen of ik zie dat ik liever YouTube vroeger had of nu. Ja, toch wel YouTube 3-4 jaar geleden. Dat was veel beter. Nu is YouTube gewoon, I don't know, met een short way opgegaan. Maar niet alleen dat, maar ook gewoon heel erg van het hele enorme korte aandachtspan. Mensen hebben dat tegenwoordig wel. Maar goed, ik probeer altijd nog tegengas te geven. Ik ga er niet in mee. En ja, misschien gaat het wel wat kosten van mijn views. Maar toch, ik probeer er zo min mogelijk mee te gaan om de korte aandachtspan te promoten. Want ik promote dat niet. Ik promote interactie met de viewer. Zoals vroeger. Want vroeger was alles beter. Al zijn er steeds wel bepaalde dingen die nu wel gewoon goed zijn gelukkig. Dus ja, maar toch, het is wel minder geworden als toen. De opties zijn kleiner geworden op YouTube. Dat is mijn mening erover. Maar goed, laat ik even gaan kijken, want ik weet namelijk waar die riooldienst is. En laat ik even gaan kijken erin. Oké, dames en heren, wij komen dus aan bij het riool en hier moet het dus zijn. Hè? Laat ik even heel gauw naar beneden gaan. Ik denk dat het wel een verstandige idee is. Wacht, ik kan waarschijnlijk mijn auto in het water rijden. Of ik bedoel, het water is toch stil. En die gaat echt niet kapot vanuit. Maar een klein laagje hier. Kijk maar. Zo, hoppa. Nou, niks aan de hand. Zie je? Want dit is van bedrijf IT. En IT is dus namelijk ook een installatiebedrijf van spiegels. Wacht eens even. Dat moet het zijn. Daar moet een link gemaakt zijn tussen IT en ja. Nee, dat kan niet anders. Oké, laat ik even naar beneden gaan duiken. Ik denk dat het een goed idee is. Oké, guys. En we zijn dus onder water aangekomen. Maar oh my god, waar moet het dan precies zijn? Ik zweer het je. Ik ben mijn controle kwijt. En ik wist dus niet hoe ik duiken in GTA. Ik was zo lang bezig net. Maar dat zou ik nergens aangeven. Ik zoek op internet how to dive in GTA 5. En dan wordt gewoon gezegd, ja, was. Maar dat is gewoon zwemmen. Maar goed, GTA is ook een beetje dronken, denk ik. Kan gebeuren. We zijn gewoon lekker aan het wateren. En ja, dat is. Oké, waar moeten we uitkomen? Oké, we moeten naar de rechterkant. En als het goed is, komen we ergens uit. Ik denk dat het sowieso wel de bedoeling is. En oh my god, waar moet het dan precies zijn? Want ik wil toch even achterkomen wat er nou precies gebeurd is. En dan, ik wil ze toch wel even helpen. Want ik zweer het, ik ben een behulpzame jongen. Ik ben geen duivel. Hallo, alsjeblieft zeg. En oh my god, moet ik zo diep nog komen? Damn. Nou, laten we er maar gaan, hè. Nou, guys, we zijn er bijna aangekomen. En oh my god, ik zie gewoon letterlijk mijn hele familie hier. En wacht, mijn kind zit erachter. Wacht eens even. Dat betekent dat dit mijn toiletgroep is waar al mijn familieleden in zitten. Oh nee. Dus hier zijn ze allemaal meegenomen. Oh nee, alsjeblieft, schat. Nee. Oh nee. Nee. Oh nee. Niemand is me tot leven. Oké, ik ga snel naar boven toe. Het is tijd voor wraak. Ik zweer het je. Ik ben er echt helemaal klaar mee nu. Want wat hier gebeurt is natuurlijk echt absolutely not done. Goed, laten we even lekker rijden, mensen. En ik denk dat de hoogste tijd is om er even naartoe te gaan. Pennywise, we gaan je actie ondernemen. Waar zou Pennywise wonen? Wacht eens even. Ik denk dat Pennywise is het bedrijf. Pennywise is de leider. En al die andere mensen zijn gewoon uitvoerders. Die kunnen ook niks doen dat ze ineens een spiegels gingen plaatsen. Maar het schijnt dus een populair merk te zijn. It alleen toch. Er zijn genoeg ellendige dingen gebeurd. En oh my god, dit huis moet het toch zijn. En weet je wat? Laat hier even naar binnen gaan. En ik denk dat de hoogste tijd is om eens even aan te pakken. Dit is het dan. Het huis. Het huis waar we even actie moeten ondernemen. Ik ben er klaar mee. We gaan weg hier. Maar waar moet het dan in godsnaam zijn? Ik weet het oprecht niet. Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn gun niet erbij pakken, man. Mijn gun. Nu tijd voor wraak. En als het goed is, moeten we helemaal door de gangen lopen. En hier moeten we dus naar beneden. Oké, weet je, doen we toch gewoon. Hoppa. Bam. 1, 2, 3. Ouch. Oké, dat doet wel een beetje pijn. Ik val gelukkig maar op mijn billetjes. Maar het is tijd voor grote wraak. Oké, 3, 2, 1. Als het goed is, daar is je. 3, 2, 1. Ja, klaar nu. Hoppa. Hè, stomme rotclown dat je bent. Met je achterlijke praktijk. Een beetje mijn familie loopt vermoorden. En nu is het afgelopen. Oh my god, als we het over Blue hebben, we komen de duivel al tegen. Zeg, wie ben jij nou weer? Hallo,
ik ben Bloei. Ik heb een verzoekje voor je. Zou je zo meteen naar de McDonald's kunnen komen? Sure thing. Maar hoe laat moet ik dan komen als ik vragen mag? 3 uur 's nachts. Wauw, dan kun je het minder eng zeggen. Je ziet er gewoon hartstikke schattig uit. Dat weet ik. Dan zie ik je vanavond om 3 uur 's nachts bij de McDonald's. En ik heb geliked, want ik ben blauw. Bloei. Dus ik druk erop. En als jullie het ook allemaal doen, dan kom ik niet achter je aan. Ah, dus bijt ik. Nou, duidelijke taal toch? En zijn ik allemaal geabonneerd? In ieder geval zie ik je om 3 uur 's nachts bij de McDonald's. Okidoki, dan ga ik maar weer eens. Ik vind best Bloei. Hey, dan zie ik je vanavond daar bij de McDonald's. Nou ja, dan gaan we dan wel goed komen. Dus ik ga er weer vandoor. Wacht, Bloei. Naar welke McDonald's moet ik zo meteen komen? Want er zijn er 2 namelijk. Bloei, Bloei? Waar is Bloei nu weer gebleven? Wat? Oh my god, ineens is hij gewoon poef weg. Oké, heel duidelijk. Laat ik even hieruit komen en even met mijn eigen auto gaan. Hey Timo, hoe gaat het met jou dan? Aan mij gaat het goed hoor, maar ik heb een leuk idee. We gaan naar de McDonald's van meteen, toch? Ja, Happy Mealtje eten, lekker. Dat vind ik nou ook. Stap even in, zou ik zeggen. Laten we naar de Mac gaan, toch? Yay, McDonald's, McDonald's. Ja, dat vind ik ook lekker. Hallo. Dat is fantastisch, toch? Goed, weet je wat? Laten we even lekker naar de McDonald's gaan rijden. Maar voordat we dat gaan doen, ik heb een cadeautje voor je. En die wil ik even bij je op gaan halen ergens. En dat is bij een café. Cadeautje? Wat dan weer? Ja, verrassing. Daar ga je natuurlijk wel even achter komen. Oh, ik hou van verrassingen. Laat maar zien. Komt goed. Ik ben er nu naartoe aan het rijden, jongeman. Dus laten we even gaan. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ja, ik weet eigenlijk wel wat het is. Dat wou ik net zeggen. Papa, je moet niet zo stom doen. Je hebt gelijk. En wat krijgen we nou? Ambulance hier? Is dat een verrassing, Delano? Nee, ik heb geen ambulance besteld. Ik heb wel gelijk, want anders komt Bloei straks onder mijn bed te liggen. Nou, gaan we even naar binnen toe en even een verhaal halen. Want ik wil heel graag weten wat er aan de hand is. Wat is er nou weer gebeurd? Oh my god. Ik weet niet wat deze mensen beweren hoor, maar deze mevrouw heeft te veel McDonald's gegeten. Sindsdien is ze dood. Vriend, dit is echt niet grappig. Hoeveel ben je nou eens heel gemeen? Inderdaad, die vroeg te veel McDonald's gegeten. Die is gewoon aangekomen door Bloei of zo. Ik weet niet, je een of andere Happy Meal besteld van een of andere hond. En sindsdien is ze overleden. Ah ja, zo ken ik het ook wel. Ik zag gisteren toevallig een unicorn vliegen. Vriend, ga niet interessant doen. Het is niet bep wat er gebeurd is. Het is gewoon echt, ja. Klopt, lama's, unicorns zijn ook echt. Alsjeblieft, zeg, wat een onzin. Nou, een takel er even mee, zou ik zeggen, ook als er een leven is. Waarom geloof je me nou niet? Bloei heeft er iets mee te maken. Ik heb een Happy Meal van Bloei besteld. Dus dit is het gebeurd. Alsjeblieft. Nou, weet je wat? Ik wil heel veel sterkte wensen. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar kom aan. Ik snap, je bent misschien een beetje in de war. Ik weet wat er gebeurd is. Of ja, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar dit is niet de reden tot mij toe te praten. Hey, fijne dag nog. Nou, ik ben goed weer vandoor. My goodness, zeg. Laat ik even ingestappen. Delano, wat was er nou weer? Ah joh, de mevrouw heeft gewoon veel te veel McDonald's gegeten. Sindsdien ze heeft een hartstilstand gekregen. Maar die mensen die binnen beweren dat het iets met Bloei te maken heeft. Alsjeblieft, zeg. Wij gaan toch vanavond lekker een Bloei Happy Meal eten. Ik wou net zeggen, er kan toch niks gebeuren? Nee, want ik vind het ook een beetje raar dit. Weet je wat? Laten we eventjes naar Los Santos gaan. Hey, Timo, je hebt zometeen toch een toets? Ja, dat klopt. Hoe weet je dat nou weer? Ja, ik weet alles. Ik hou alles bij, jongen. Dat weet je toch? Oh ja, je hebt gelijk. Maar goed, doe heel veel, veel succes met je toets natuurlijk. En doe je best een beetje. Komt goed. Kijk, zeker doen, papi. Helemaal mooi. Dan zie ik je weer op school. En kijk eens, daar zijn we dan hoor. Aangekomen op school. En of dat we aangekomen zijn. Minimaal 6, anders geen Happy Meal vanavond. Ja, ja, komt goed. Doei, doei. Dag, jongen. Nou, die gaat straks zijn best doen op school. Hey, wat dit betekent dan, hè? Kom dan. Ach, gelukkig gek dat je bent. Hier, pak even halen. Ik sla je hele kop helemaal in elkaar. Kijk, wat loop ik mijn kinderen een beetje bang te maken? Ben je maar lijf of zo? Hey, doe eens even normaal, gek. Dit gaan we niet zo doen, hè? Sukkel dat je bent. Hier, 1 en 1 en 2 en 1. We gaan dit accepteren. Bam, 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 ram, bam, hè? Wat denk je wel niet? Hier, bam. Hier, lekker voor je. En nog even zeker weten dat je neer bent, even dit doen. Oké, hè? Wat denk je wel niet? Achterlijke gek dat je bent. Sukkel. Maar yo. Laat even naar ons vrouwtje gaan. En vrouwtje is dit keer niet thuis, maar ze zit bij het casino. Ik weet niet wat ze daar aan het doen is, maar ze moeten wel even mee ophouden. Want eerlijk, het gaat best wel snel met geld. En het is ons geld, hè? Dus niet alleen mijn geld. Zij maakt er namelijk ook gebruik van. Vrouwtje. Dan kan ik hier letterlijk doorheen rijden? Oh, correct. Dat is handig. Maar wat moet ze nou weer bij het casino doen? Ik snap er letterlijk werkelijk helemaal niks van. Laat ik gewoon eventjes naar die kant op rijden. En ik ben benieuwd of ik het een beetje kan oplossen. Het is tijd voor de casino. En dan zijn we dan aangekomen bij Diamond Casino. En ik moet even mijn schatje gaan zoeken, want mijn schatje liefst zou waarschijnlijk wel binnen zijn. Maar eerlijk, ik durf ook wel een gokje te wagen hoor. Laat even naar binnen gaan bij Diamond Casino. Want eerlijk, dat is wel mooi. Binnenkort ga ik weer even een New York video doen, maar er is één ding aan de hand. Mijn server ligt er even uit. Maar binnenkort, lodder in New York mensen, ga dat zeker even checken. Want ik heb echt een heel leuk idee wat ik ga doen. Oké, dat is niet de bedoeling. Goed, dan komen we dus aan bij deze meneer. We zijn binnen bij die meneer. En laten we even gaan lopen. En ja hoor, we zijn aangekomen in het casino. Laten we even een spin gaan geven aan het wiel. Ik denk dat het een verstandig idee is. Dus laat ik even gaan spinnen dan, hè. Hey lieverd, daar ben ik dan. Hey, Delano. Wat leuk dat je het casino bent. Ja, hè, laat ik even een spin gaan geven. Maar Delano, ik heb een leuk ideetje. Laten we vanavond even naar het restaurant gaan. Restaurant? Ik heb één probleempje. Niet weer, alsjeblieft. Hou er eens bij op. Ik vind het helemaal niet leuk om te horen. Nou, lieverd, ga met je vriendin anders. Weet je, je moet het nooit op een Happy Meal tijd inplannen wanneer een nieuwe Happy Meal uit is. Dat kan ik toch niet weten? Je hebt enigszins wel gelijk. Weet je, ik ga even een draaiende wiel geven. Dan komt het wel goed. Okidoki. Mooi. Oké, laat ik even een spinnetje geven. En ik ben benieuwd waar het op uitgekomen. Oké, daar gaan we dan naar. 3, 2, 1. Even spinnen. Mooi. En ik ben heel benieuwd waar die eigenlijk op uitgekomen. Oké, hij komt uit op. Eens even checken. Hij komt uit op.
heb. Ik denk dat ik gratis drinken krijg. Of misschien 7.500 euro. Het is niet echt een vetpot vandaag. Maar hey, maakt niet uit. En kijk eens aan. We hebben gewoon 7,5 piek gewonnen. En eerlijk, is niet verkeerd. Eerlijk, dat is toch wel voor mensen, veel mensen 3 maanden werken. Ik voel me super rijk vandaag. En ik ben hartstikke blij en tevreden hiermee. Nou, laat ik even wat gaan waarderen. En hè? Wie is dat nou weer? Wat gaan we nou weer krijgen? Hey, blijf eens staan. Wat heeft dit te betekenen? Oh nee, dit ben je niet. Oké, ik zal eens even kijken wat aan de hand is hoor. En hè? Waar is hij nou weer gebleven? En wacht, wat? Er ligt gewoon letterlijk een mevrouw in te slapen? Dit meen je niet. Oké, dit is wel even verschrikkelijk wat er gebeurd is. Gezien ik ook nu super veel chips meer heb, ga ik even. Wacht, waar is ze nou weer gebleven? Hallo lieverd, waar ben je? Oh nee, en weg is ze gewoon. Oké, ik ga misschien even wat spinnen. En ik ga denk ik even gebruik maken van de Fat or Shame. En kijken of wat geld kan winnen. Oké, de winning lines. En we gaan wel even iets minder. Even kijken. Een hogere bed gooien. Of ja, deze wel heel skeer. Nou, we gaan even een paar keer spinnen. Ik ben benieuwd of ik ga winnen, man. Eerlijk is eerlijk. Het kan alle kanten op gaan. Oké, de eerste ronde is no win. Nog een keer. We hebben 3 keer het spinnen. En dan gaan we kijken of we in die 3 keer iets kunnen winnen. En oké, het kan. Het is altijd nog mogelijk natuurlijk. Oké, een bel en een bel. Nou, helemaal niks. Whatever dan ook. Laat ik even de deur uitgaan. Want ik denk dat mijn zoontje ondertussen ook al klaar is met school. En ik moet hem even ophalen. Dat is wel een beetje idee natuurlijk. En dan zijn we dan aangekomen bij de auto. Oké, let's go. Laten we sowieso even gaan rijden. En ja, toch. Ik denk dat het wel even de bedoeling is om even lekker naar mijn zoontje op te halen. Het is al gewoon aan het schemeren. Maar ja, het begint ook al snel laat te worden. En ja, dat is. Ik hoop wel echt dat hij minimaal 6 heeft gehad op zijn toets. Want anders ga ik een beetje boos zijn, denk ik. Dus weet je wat, mensen? Ik zie jullie weer daar op school. En dan zijn we dan terug op school. Let eens zeggen dat hij nog steeds niet opgeruimd is. Nou, ik vind het prima. Oké, laat ik er even doorheen rijden. Ik vind het wel een beter idee, toch? Hoppa 1. 2, kan ik hier echt letterlijk doorheen? Nee, dat niet. Maar ik kan het wel kapot maken. Ik ga het wel even doen. Ik denk even helemaal kapot maken hier zo. Hoppa 1, 2 en nog 1 keer. Dan ben zeker. Hallo, ga eens aan de kant, joh. Achterlijke gek. Ik ben heel dat dingen van het openbreken hier. Die kan het ook lakken, mij. Ik meen het. Oké, misschien hier zo. Nog 1 keer. Bam. Oké, mooi. We hebben in ieder geval een gat voor onszelf gecreëerd. Eentje waar we lekker naar binnen kunnen. Beter. Peter. Hallo, is er iemand hier binnen? Oh my god, ik hoor tot nu toe nog helemaal niemand hier. Maar ja, misschien dat er wel iemand boven of zo. Ik durf het even niet te zeggen. Ik zie wel een manneke zitten, maar het gaat even niet tot een manneke. Het gaat er even om dat iemand überhaupt is. Laat ik even achter gaan kijken, want dat zou wel mooi zijn. Hallo, is er iemand in het schoolgebouw? En wat hoor ik nu weer? Oké, en wat gebeurt er nu weer? Oh my freaking god, dat meen je niet. Wat? Hey, stop daar eens even heel gauw mee. Zijn jullie lijp geworden of zo? Een beetje kind aanvallen. Jullie zijn knettergek. Hey, stop er eens mee. Dat meen je niet. Hier, bam. Wat denk je wel niet, hè? Sukkeltje. Ah, sukkel. Hier, bam. Dat gaan we niet accepteren. Hé, laat dat kind maar rust. Ben je gek geworden? Hè? Oh, nee. Dit meen je niet. Oh, nee, niet hem. Hier, jou moet ik hebben. Zo. Is alles oké met je? Oh, gelukkig. Hij staat hier voor nog op. Is alles oké? Het gaat. Ik heb heel veel pijn. Veel steken. Laten we naar de McDonald's gaan. Goed idee. Weet je wat we dan zeggen? Ik ben er klaar mee. Ik ben weg hier. Dus dat betekent maar één ding: dat ik hier naar beneden ga. Hoppakee. En dus even kijken waar de uitgang is hoor. Als ik hier even doorloop, dan moeten we naar links. En als het goed is, komen we naar buiten aan bij de auto. Laat ik dan even gelijk in de auto gaan stappen, hè? Allee? Hier, bam. Mooi. Het is echt al een schemeren. Ik weet het. Maar goed, dat helpt ermee. En oh my god, mijn deur vindt dat niet zo heel leuk. Die bleef een beetje hangen. Goed, weet je, ik ga naar mijn ouders toe. En ik ga even vragen van ook: heb je meer moed of überhaupt McDonald's. Dus tot daar. Goed, wij komen dus weer bijna thuis aan. En ja, zoals ik al zei, ik vraag mijn ouders even of ze nog een lekkere hapje van een Happy Meal willen. Misschien willen ze een heerlijke Happy Meal van Bluey. Praat eens even normaal, joh. Oh, sorry. Ik weet het, hij heeft wel gelijk. Goed, laat ik even naar binnen stappen. Pa, ma, hebben jullie zin in een heerlijke hapje van een Happy Meal? Maar natuurlijk, mijn zoon. Ik heb heel erg veel honger gekregen. Laat ik even gewoon naar jou. Weet je, haal even Happy Meal voor ons, ja? Dat zou fantastisch en lief zijn als je dat wil doen. Nee, tuurlijk. Ik ben helemaal van plan om te doen. Laat ik even naar de McDonald's gaan dan, hè? Nou, tot daar zo meteen weer. Dat betekent maar één ding. Dat ze Happy Meal willen. En Deli, willen ze? Ja, dat willen ze zeker. Maar ja, wie wil er nou niet als er een Bluey Happy Meal is? Hartstikke leuk speelgoed. Maar wie van jullie kent Bluey? Ik weet het. De Amerikanen kennen dat sowieso wel. In Amerika zijn er veel beter en leukere trends dan in Nederland. Nederland is een beetje trenddood. Nederland loopt niet de Amerikaanse trends achterna. Terwijl Amerika dat wel beter doet. Laat ik dat even opstellen. Nederland is een beetje saai. Een saai land. Geen trends. Of ja, saaie trends dan vooral. Maar goed, dat is mijn mening. Maar goed, guys. Ik ben dus weer bijna aangekomen bij de McDonald's. Laat ik even naar binnen gaan. En als we het daar nu over hebben, dan zijn we dus nu aangekomen bij de McDonald's. Binnenkort ook weer GTA in New York. Wat vinden jullie leuke mensen? Laat even achter in de comments. Liberty City of New York? Of ja, eigenlijk hetzelfde. Ik bedoel, deze map of New York. Laat achter. Meneer, zou ik alsjeblieft 4 Happy Meals mogen? Maar natuurlijk, jongeman. Dat kost je dan 50 piek. 50 piek voor een Happy Meal? Dat is wel heel veel geld. Hoezo moet ik zoveel gaan betalen voor een Happy Meal? Dit is niet de eerste keer dat je terugkomt, toch? Inflatie, vriend. Whatever. Nou, weet je, geef die Happy Meals maar. Dankjewel. Nou, dan ga ik even lekker eten. Ja, ik heb dan weer 50 piek moeten betalen voor 4 Happy Meals. Alsjeblieft, zeg. Eliteprijs. En heb je het gefixt? Ja, natuurlijk heb ik het gefixt, jongen. Hier, alsjeblieft, Happy Meal. Dankjewel, man. Superleuk. Ja, hè? Nou, laten we eventjes naar ouders gaan brengen. Want ouders willen ook een Happy Meal. En laat even weten wat je erin hebt zitten. Ik heb Bluey. Leuk. En ik heb ook Bluey. We hebben gewoon 2 keer dezelfde. Misschien dat mijn ouders iets anders hebben. Ja, dat weet ik niet, hè? Laten we gaan even kijken, toch? Ja, ik ga kijken. En jij kan ook even kijken. Komt helemaal goed, jongen. Okidoki. En dan komen we dus weer thuis aan, mensen. Laten we even naar binnen gaan rijden. En ik denk dat het een goed idee is om even mijn ouders even die Happy Meals te gaan geven. En of, laten we dat sowieso even doen. Dat kun je wel zeggen, man. Nou, dan zijn we dan thuis aangekomen. Pa, ma, ik ben weer terug.
Een pa? Ma, waar zijn zij nou weer gebleven? Hè? Waar zijn ze heen? Ik snap er letterlijk niks van. Misschien zijn ze boven of zo. Hey, pa, ma, zijn jullie boven? Of waar zit dat? Pa? Ma, waar zijn jullie daar? En wat, Mickey Mouse? Wat doe jij ineens hier? Hier. Hey, dat gaan we niet doen. Hey, au. Hey, toppen jij, Mickey. Dit is niet leuk. Hier, sukkel dat je bent. Hier, leg jij. Hè? Wat dat kun je van krijgen. Bam. Krijg het verlangs. Sukkel dat je bent. Nou, die even mooi aan te pakken. Laat ik even terug naar mijn eigen huis gaan. En misschien dat mijn chick mee wil. Want mijn chick was ineens weg uit het casino. Ik weet ook niet waarom. Maar wat even dan ook. Het zal me wel goed zijn. Chicky, wat wil jij namelijk? Wil je nog iets leuks krijgen? Ja of nee? Moet je aan je moeder vragen. Nee, dat is een liedje. Oké, laten we even gaan rijden. Oké, dan zijn we bijna aangekomen. Ik krijg trouwens wel heel vaak de vraag over de 9-jarige haat. Van waar blijft hij nou? Waarom doet hij niet meer mee met de video's? En hoe zit het nou om precies? Laat ik even uitleggen wat er nou een beetje is. De 9-jarige hater heeft ook een leven. En heeft werk gekregen namelijk. Fulltime job. Dat betekent dat hij geen tijd meer heeft echt om video's te maken. En vind ik dat jammer. Ergens vind ik dat zeker wel jammer. Maar hij moet ook gewoon leven. Eerlijk, dus ook gewoon gegund toch? Kijk, natuurlijk is het jammer dat hij niet meer aanwezig kan zijn als persoon zijnde. Dat bedoel ik wel meer zeggen. Maar, Timo, waar is Timo nou weer gebleven? Oh nee, Timo is ineens weg. Oké, sorry, ik ga eventjes onderbreken. Maar wat ik even mee wil zeggen is, hij zou misschien ooit nog een keer meedoen. Misschien met real life video's. Maar even niet als GTA. Dat gaat gewoon even niet worden. Omdat hij gewoon zelf geen tijd heeft. Anders had hij lang meegedaan. Goed, lieverd bij thuis. En lieverd, waar ben jij nou weer gebleven? Oh, mijn zoontjes werken dan weer hij? Of zij? Oh nee. En wacht, ik heb een spraakbericht gekregen. Dag Delano, ik ben al uit eten gaan met iemand anders. Ik hoef je niet meer te zien. Wacht, wat krijgen we nou? Met iemand anders? Zeg vader, daar hou ik niet van. Laten we even heel gauw naartoe gaan. Met iemand anders een beetje uit eten. Zijn ze gek geworden? Oh nee. Dat meen je toch niet? Dat vind ik niet oké, hoor. Weet je wat? Laat ik even gaan stunten. Want ik wil 100 punten. Hey, let's go. Ouch. En ik zit weer in de boom. Maar ik val er wel uit. Zoals ik al zeg, de appel valt niet ver van de boom. Maar wat zou mijn chickie nou weer aan het doen zijn? Ik vind het echt niet leuk dat dit nou weer gebeurt. Weet je wat, mensen? Niet even gaan stressen. Ik hoop dat alles goed komt. Laat ik even naar de plek gaan. Dan zijn we dan bijna aangekomen bij de pier. Ik zie dus een mooi Vice City op de achtergrond. En ik vind Vice City wel echt mooi trouwens. Dat moet ik even zeggen. Zo met die gebouwen. Eerst zag je letterlijk helemaal niks. Alleen maar water. En ik heb toch voor elkaar weten te krijgen dat je nu ook van die gebouwen ziet. Dat vind ik wel PC en vibe. Oh nee, dat meen je niet. Ik ben Dalan helemaal zat. Ik hoef hem niet meer te zien. Komt goed, schatje. Als ik hem tegenkom, ik verbouw zijn kop, hè. Oh, dan kunnen we nu al gaan beginnen met mijn kop verbouwen, joh. Vriend, wat denk je dan wel niet? De achterlijke gek. Hier, pak het aan dan. Hé, hey, doe eens even normaal, joh. Hè? Mijn nieuwe scharrel. Oh my god. Ben je niet een beetje te oud voor haar? Hè? Sukkel dat je bent. Hier, lig jij. Wat denk je wel niet? Dit is wat we met jou doen. Wat denk je wel niet, hè? Ben je ook helemaal gek geworden? Dit ga ik niet accepteren. Dag, jongen en meisje. Nou, karma weer. Ik ga weer even terug naar de McDonald's. Ik hoop dat alles oké is, want ik ben echt niet blij. Ik zweer het je. Ik ben een beetje in paniek. Ik ben niet helemaal lekker op dit moment. Ik weet even niet meer wat ik moet doen. Nou, laat ik hier even gaan slippen. Oh, god. Hoppa. Kijk eens aan. Ouch. En ik begin met mijn kont tegen de dingen aan te botsen. Oké, en ik ben dus weer bijna aangekomen. En ja. En daar moet het dan zijn, hoor. De McDonald's. Als goed is, zie ik daar in de verte staan. Is de McDonald's daar zo? Oh, en ja, zeker dat de McDonald's daar is. Laat ik even naar binnen gaan. Wat een fantastisch iets. Goed, ik hoop dat alles oké is, man. Hallo? Is er iemand in de Mac? Hallo? Oké, misschien beneden. Ouch, pas een beetje op. En wat? Gaat alles oké met jou? Talano, pas op! Nee, dat meen je niet. Hey, stop er eens bij! Hey, dit gaan we niet doen. Oh nee, hier, stoppen jij, vriend. Hé, wat denk je wel niet? Een beetje aanvallen. Au, hey, dit gaan we niet doen. Oh nee, en dat punt is... Hier, bam. Dit ga ik niet accepteren, hè. Sukkel dat je bent. Hier. Kun je krijgen ook. Bam, 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 bam. Rambam kun je krijgen van mij. Hier, en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En nog een keer. Hoppa. Dit is wat we met jou doen. Alsjeblieft, zeg, doe even normaal. Kijk op mijn Instagram of ik nog iets geks heb gehad. Oké, ga ik even naar Instagram toe. En als ik even hier kijk, eens even kijken. Johnny Flodder. Zo de Lano, dus jij dacht ons te slim af te zijn, hè? Beetje mijn familie uitschakelen en vluchten. Ik geef je één tip. Kijk vanaf nu over je schouders, want voor je het weet kan je dit nooit meer navertellen. Dat je het weet. Ik zie je snel, vriend. Wacht, wat? Is hij heel serieus? Guys, het meen je niet. Johnny zit ons gewoon letterlijk te bedreigen. Oké, ik heb niet van mijn auto volgooid. Laat ik even naar binnen gaan en even afrekenen, man. Oh, ik denk dat het wel een heel goed idee is om dat sowieso eerst even te doen. Meneer, zou ik alsjeblieft kunnen afrekenen? Ik heb getankt bij pomp 2. Dat kan zeker, meneer. Dat kost u dan $80. $80 voor 30 liter? Damn, die benzine wordt ook maar duurder. Tja, ik vraag niet om. Moet je bij je overheid zijn? Want als het daar aan niet betaal je straks 5 euro per liter of zo. Misschien wel een tientje. Straks moet je minimaal 10.000 euro per maand zien om er een beetje rond te komen, minimaal. Jeetje, meneer, wat zijn er voor prijzen? Geen idee, meneer. Ja, in ieder geval, weet je, dan zouden we zo'n goede plek om te eten. Want ik probeer namelijk ergens een beetje te vluchten. En ja, dat is. Vluchten? Voor wie dan? Ja, gewoon een paar mensen. Maar weet je, ik heb afgerekend, dan zie ik je straks weer. Of ja, in ieder geval bedankt voor het tanken, hè. Doei, doei. Nou, oké, ik denk dat het hoogste tijd is om even vandoor te gaan. Want dan kan ik wel even goed gebruiken. Oh, ik ben er helemaal klaar mee. En oh nee, oké, dan zullen we hebben. Oké, snel, wegwezen. Oh nee, de roze auto. Oké, meneer, zal ik alsjeblieft achterboven stoppen? Want ik word serieus bedreigd door een paar laaien. Oké, vooruit dan maar. Mooi, dankjewel. Oh my god, ze staan er gewoon letterlijk. Oké, snel naar achter, ik zweer het je. Oh, ik moet me verstoppen. Oh, dit is echt niet best, man. Ik hoop dat ik veilig ben, want Johnny is natuurlijk nog hartstikke kwaad op mij. Oké, ik weet niet of hij er überhaupt aankomt, maar. Oké, daar is hij dan. Oh nee, Johnny is gewoon letterlijk. Zeg eens vaak.
vader. Waar zit Deli? Je hebt hem vast wel gezien. Wees eerlijk. Nee, ik heb hem niet gezien. Ik weet niet over wie het gaat. En wie is dat eigenlijk? Luister, vriendje, gaat het me nu zeggen? Die guy heeft onze familie helemaal overhoop geslagen. Dus zeg op. Ja, geloof het zelf. Alsof jij je laat uitschakelen door een of andere knol die letter langs is geweest. Ah, dus je geeft nu toe dat hij hier was? Nevermind. Er was iemand anders. Ik had iemand verkeerd in gedachten. Ah, oké. Okay. Nou ja, als hij hier niet is, ga ik even verder kijken dus. Oké, okay, fijne dag, Johnny. Poeh, dat ging me net goed. Ik zweer het je. Johnny was gewoon letterlijk hier zo. Oké, okay, ik denk dat de hoogste tijd is om even vandoor te gaan, man. Want ik denk dat ik dat beter kan doen. Oké, okay, laat ik dat even heel gauw gaan doen, man. Hey Johnny, dat is Deli. Pak hem. Oké, okay, de mening. Oké, okay, snel wegwezen. Ik zweer het je. Oh nee, straks gaat Johnny achter me aanrennen. Oké, okay, ik moet snel weg weer komen. Oh nee, ik sta helemaal niet op te wachten. Oké, okay, daar is hij dan. Oké, okay. Oh nee, dan gaat hij achteraan zitten zeker of niet. Dit is echt niet best. Oké, okay, snel gaan. Oh nee, ga eens aan de kant, joh gek. Ik moet even rijden. Ik ben serieus in de vlucht van iemand. Oh nee, dan zul je hem hebben. Oh, blijf dan maar lekker hangen. Oh nee, 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 nee. Au, oh nee. Oh nee. Ik hoop dat ik van hem af ben. Ik zweer het je. Komt hij eraan? Oh, ik zie tot nu toe gelukkig niemand meer. Oh nee, daar komt hij zeker, hè? Of is dat hem? Oh nee, oké, okay, snel wezen. Oké, okay, ik moet snel weg. Ik zweer het je. Ah, ik heb echt serieus achtervolging. Johnny, oh nee, Johnny Vlodder zit gewoon achter me aan. Wat moet ik doen? Oké, okay, ik denk dat ik zo snel mogelijk hier moet wegkomen en ergens moet gaan verstoppen. Voordat ik straks echt een probleem heb. Gelukkig is mijn auto een stuk sneller dan die van Johnny. Maar als ik even niet oplet, dan heb ik echt serieus een groot probleem, man. Want dit is echt niet de bedoeling. Oh nee, ik zweer het je. Ik hoop dat ik veilig ben. Ik zweer het je. Ik ben echt aan het rijden voor mijn leven. Ik denk dat ik even naar de stad moet gaan. En ik hoop dat ik daar echt serieus veilig ben, man. Ik zie er wel weer in de stad. Oké, okay, guys. Ik kom dus bijna aan in de stad. En ik denk dat de hoogste tijd is. Ik moet serieus. Ik ga even aangifte van weet ik veel wat allemaal. Want er is zoveel gebeurd. Zowel van diefstal als geweld incidenten. Ik zweer het je. Ik ben er helemaal klaar mee gewoon. Weet je dat ik auto even hier even neerzet? Ja, hier is het politiebureau. En ik denk dat het hoogste tijd is om even naar binnen te gaan en even aangifte te doen, man. Want oh my god. Meneer, ik wil even heel graag ergens aangifte van doen. Oké, okay, vertel op. Waar gaat het over? Hey, luister, het zit zeg maar zo. Johnny Vlodder probeerde mij laatst echt aan te vallen. Ik zweer het je, ik was aan het tanken en hij zat dus letterlijk achter me aan te rijden als een gek. En daarvoor zijn ook wel dingen gebeurd. Hij zat achter je aan te rijden als een gek. Was het een gewelddadig incident geweest? Ja, meneer, het is een gewelddadig incident geweest. En er zijn nog wat dingen voorgevallen, zeg maar. Ook toen ik in New York was, hij brak zeg maar in mijn eigen huis. En hij heeft gewoon bepaalde dingen gestolen. Hij heeft gewoon letterlijk geld van mij gestolen. Oké, okay, duidelijk, staat genoteerd. Is er nog iets gebeurd? Ja, en mijn auto had hij uiteindelijk ook gestolen. En volgens wat hij hem ook helemaal in mijn kamer heb. Ik zweer het je, was zo woest dat hij gewoon met een knuppel achter me aanrende. Oké, okay, duidelijk, staat genoteerd. Is er verder nog iets wat ik voor jou kan doen? Nee. Zou je er iets tegen kunnen doen, alsjeblieft? Of hoe zit dat? Ja, we mogen niet zomaar overgaan tot actie. We moeten eerst doden vallen voordat ik in kan grijpen. Dus weet wie weet hoe dat gaat op het politiebureau. Tja, daar heb ik dan ook niet op bepaald zijn. Oh, daar zijn ze. Oké, okay, ik ga even snel weg. Ik zweer het je. Daar heb je ze. Oh nee, ik zweer het je. De Vlodders zijn gewoon letterlijk aangekomen. Ook al bij het politiebureau. Wat doen ze daar? Ze zien mijn auto natuurlijk staan, hè? Eén probleempje. Ik weet oprecht niet wat hij gaat doen. Oké, okay, hij is hier binnengekomen. Oké, okay, laat ik even afgeluisterd wat hij te zeggen heeft. Een goedemiddag, meneer. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Meneer de agent. Ik zou graag aangifte willen doen tegen een vervelende jongen. Die heeft ons mishandeld. Ja, natuurlijk. Waar wilt u aangifte van doen? Tegen Deli. Hij heeft ons ten eerste mishandeld. Daarnaast heeft hij de rode auto gestolen. Die is van mij. Ook heeft hij ons bespioneerd. Ja, zulke jongens moet je in de gevangenis gooien, hè? Want voor je het weet vallen er doden. Je hebt enigszins wel gelijk. Ik vond dat zo'n vreemd verhaal. Weet je, ik ga die gasten even mooi achter slot de grendel zetten. Bedankt en fijne dag, hè? Oké, okay, de ballen. Hé, hey, doei doei. Hoezo komt hij hiermee weg? Wacht, ik ga hem toch eens even aanspreken. Meneer, wat was dat nou net? Ja, sorry jongen, jouw verhaal was gewoon niet geloofwaardig. En ik moet je helaas nog een paar dagen voorwaardelijk in de cel stoppen. Sorry. Wacht, wat? Ik ben hier het slachtoffer, ik word lastiggevallen en ik moet volgens in de cel voor iets wat ik niet heb gedaan? Ja, klopt, ja, sorry, ik geloof Johnny gewoon. Je zei toch eerst dat de doden moesten vallen of dat je in actie kwam? Deze keer maak ik een uitzondering, dat ik Johnny wel geloof. Wacht, wat een corrupte bende hier. En hey, potje aan doosie, oh nee, ik ben gewoon letterlijk in de cel gegooid. Oh meneer, zou ik er alsjeblieft uit mogen, meneer? Ik heb letterlijk niks gedaan, ik zweer het je. Probeer mij dat eens wijs te maken, zeggen ze in elke gevangenis dat ze niks hebben gedaan. Uiteindelijk zijn ze allemaal schuldig. Nee, maar meneer, ik zweer het je, ik heb echt niks gedaan. Hoe lang moet ik hier zitten? Jongen man, ik denk dat je levenslang mag blijven zitten. Ik wil je niet meer horen en je houdt nu je mond, ja? Anders krijg je een krap met je gummi stuk. Wacht, wat? Ben je heel serieus? Oh, nee. Oké, okay, hij is omgedraaid, maar ik heb stiekem de sleutels van de bewaker weten te pakken. Weet je wat ik ga doen? Sst, niks zeggen. Oké, okay, 3, 2, 1. Mooi. Oké, okay, daar hebben ze in ieder geval voor elkaar. 3, 2, 1. Hé, wat denk je wel niet, achterlijke gek? Ben je psychisch of zo, hè? Hier. En jij kunt het ook even krijgen, meneer. Wat denk je wel niet, sukkel? Een beetje met lastig lopen vallen. Een beetje met vastlopen schuldigen. Zijn die wel helemaal snugger of zo? Hier, en jij kan het ook wel even krijgen. Zo, wat dacht hij dan wel niet? Ze zijn helemaal knetter gek geworden. Een beetje maar lopen opsluiten. Iedereen die hier staat, ga ik even mooi te pakken nemen. Dit is wat we doen. Even een mooie gummiknuppel op je schedel. En jij kan er ook even eentje krijgen, vriend. Zo. My god. Ik moet proberen hieruit te komen, man. Ik zweer het je. Het is echt verschrikkelijk wat er gebeurd is. Bam. Zo. Ik heb de laatste nog en dan gaan we eruit. Oké, okay, mooi. En jij gaat er ook even aan, meneer. Sukkel dat je bent. Hier, sukkel. Ze denken dat ze me allemaal kunnen hebben, hè? Gaan we mooi even niet toelaten. Mevrouw, koekoek.
Zo, hier, wat denken we niet, hè? Hey, wat denken we niet, hè, vrijkomen? Wat denk jij wel niet, een beetje mij lopen vals beschuldigen en levenslang geven? Sukkels. Dag. Nou, en waar is mijn auto dan weer heen? Ik wist het, dit was gewoon een truc om mijn auto te stelen. Weet je, komt wel goed. We gaan proberen achteraan te komen, man, want ik zweer het je. We moeten onze auto proberen terug te krijgen, want mijn auto is gewoon letterlijk gestolen door die gasten. Het zijn criminelen. De politie zegt toch altijd, ik sta aan jouw kant. Ja, inderdaad, mijn kant. Je bedoelt aan de corrupte kant. Jeetje, meneetje, man. Ik moet die wegkomen voordat ik straks nog een paar tikken van mijn vrouw krijg. Weet je wat? Ik ga weer even terugvliegen. Ik denk dat ik een mooie vlucht even naar mijn eigen huis ga boeken, want ik zweer het je. Ik moet die vlotters vinden. Ik moet mijn auto vinden. Wacht, ik hoop dat ik mijn GPS ergens kan fixen, want ik zweer het je. Ik moet even naar een ISO teten, want mijn GPS moet wel even werken. En op dit moment werkt hij niet. Oké, guys. Ik ben eens aan het rijden naar de volgende spot toe. En ik zweer het je. Ik moet even die ICT afspreken. Want ik zweer, wat is mijn auto? Ja, ik weet niet wat het is. Normaal kan mijn auto altijd zien, maar ze hebben het losgekoppeld waarschijnlijk. Of mijn app doet het niet meer. Ik ga eens even kijken of ik iemand kan vinden. Misschien dat hij mij kan helpen. Ik hoop het maar. En als het goed is, moet het dan hier ergens zijn, hè? Ah, kijk. Ja, hier moet de ICT dus nou zijn. En eens even kijken hoor. Dit zijn allemaal van die kantoorpanden of zo. Ik weet niet wat er allemaal zit, maar hierboven zit ook wat kantoorpandjes. Dus laat ik hier even mijn auto gaan parkeren en even kijken hoe en wat. Want ik denk dat dat wel een goed idee is. Oké, ik ben hier hartstikke mooi geparkeerd. Laat ik eens even gaan kijken. En waar is de ICT eigenlijk? Ik kan letterlijk helemaal nergens vinden hier. Eerlijk, wel een heel mooi gebied dit. We zijn dus ook aangekomen in de andere, ja, een Las Verhuntas namelijk. Jazeker. Maar goed, dat gaat even niet om. Ik ga eens even op Instagram kijken. Misschien moet ik even een bericht sturen of zo. Want ik weet echt niet wat hij aan het uithangen is. Eens even kijken hoor. Staat hij ergens op Instagram? En wacht eens even. Kees Vlodder, wat zegt hij nou weer? Lekker zonne in Los Santos. Vanavond weer door met de metro naar onze nieuwe huis. Nieuwe huis? Hashtag zin in. Oké, heel duidelijk. Ze gaan dus naar een nieuw huis toe. Oké, dat betekent dat ik naar Los Santos moet. Oké, ze zijn dus helemaal niet hier meer. Ik ben dus nu letterlijk in Las Vegas. Ik moet snel naar Los Santos, man. Laten we heel dat pocket gaan rijden. En om even te bewijzen dat ik in Las Vegas ben, ga ik jullie wel even laten zien. Oké, guys, jullie kunnen het zien. Hier heb ik al die berg hier. En oh my god, super nice. En deze weg ziet er wel een beetje apart uit. Maar dat gaat niet om. Het gaat niet om het weg er apart uitziet. Het gaat om of je er goed op kan rijden. En ja, dat kan ik dus namelijk. Maar mensen, jullie kunnen het zien. Ik ga dus nu even naar Las Vegas. En ik moet er even via Las Vegas helemaal terug naar Los Santos. Het is wel echt een stukje rijden. Oké, we komen dus nu Las Vegas in. Oké, hartstikke fantastisch hier. En ja hoor, oh my god, wat een leuke gebouwen hier. Zo, circus heb je hier namelijk. En ik weet niet wat hij binnen is, maar het zal wel goed zijn, denk ik. Hier zijn allemaal nog gebouwen die nog een texture moeten krijgen. Dat is wel heel duidelijk te zien. Hier hebben we een heel mooi gebouw. Smart Leica. Oké, ik weet het goed, ik kan niet eens afmaken. Maar je weet ook heel goed te zeggen. Mooi gebouw hier, hartstikke leuk. En als we even verder kijken, hebben we de Eiffeltoren. En ik weet niet wat dit hier precies is. Maar dit hoort dus allemaal bij Las Vegas. Wat een leuke stad. Las Vegas, oftewel de stad om te gokken. Maar dat moet het dus namelijk niet zijn. Hartstikke leuk hier. Ik geniet hier ook wel van, hoor, van Las Vegas. Maar dat komt een andere keer wel. Ziet er hier hartstikke mooi uit. Dat kan ik je wel voorop stellen. En letterlijk hieronder bevindt Cairo Perico zich. Ja, een beetje rotzooi. Dat moet ik wel even eerlijk zeggen. Maar nice. Maar mensen, even serieus. Als ik eerlijk ben, het begint dus gewoon letterlijk al het schemeren. En het begint dus al kei en kei laat te worden, man. Oh my freaking god. Oké, laat ik even de lampen aanzetten van de auto natuurlijk. Ik denk dat dat een verstandig idee is. En eens even kijken hoor. Ze gaan ze met de metro. En als het goed is, heb ik bij vliegveld er eentje. Ja, welke moeten ze dan pakken? Hey, letterlijk, mijn auto staat hier zo. En wat de hel? Waar staat mijn deur open? Wat is dit voor iets stoms? Oké, politie is hier zo. En hey, even aan de kant, jongens. Even dimmen, hè? Ik heb geen zin om ruzie met jullie te maken. Goed, laat ik even heel graag naar beneden gaan. En ouch. Oké, die doet wel een beetje pijn. Ik moet even een ticket kopen voor de meter, want ik moet snel zijn voordat hun er straks vandoor zijn. Ik weet niet of ze deze meter te pakken van anderen, maar ik hoop maar dat ik ze nog tegenkom. Oké, we zijn hier bij de Los Santos metro gekomen. Ik moet even een ticket halen. Ik denk dat dat sowieso eerst even moet doen. Oké, een ticket. Ouch. Oké, dat is niet een ticket, wel. Maar in ieder geval, we hebben dus een ticket. En ja, hartstikke mooi. $25. Thank you for purchase. Your ticket will be valid for the current session. Oké. Okay. Dus mijn ticket is maar een tijdje beschikbaar. Ja, dat is zonde. Goed, laat ik eens even kijken hoor. Als het goed is, moet hier beneden ergens de metro zijn, hè? Eens even gauw kijken. Oh shit, dat moet er zijn. Oké, hier is de metro dan. Oké, snel naar beneden. Oh nee. Ik zweer het je, die metro gaat er zo vandoor. Oh nee. Oké, nee, ze zitten gewoon letterlijk hierin. En nee, de metro gaat dicht. Mag ik alsjeblieft nog in? Oh nee, het gaat niet meer. Oh snap. Ik ben gewoon te laat hier zo. Hey, mag ik er niet meer in? Oh nee. Ik zweer het je, ik ben gewoon weer veel te laat. Wat een sufkop ben ik ook. Dat betekent dat ik moet wachten totdat de volgende metro gaat komen. Oh, dit is echt geen pretje dit. Hoe ga ik ze ooit nog kunnen inhalen? Het gaat er wel even duren voordat de volgende metro komt, man. Oh, wat stom dit. Oh my god. Ik ben dus al letterlijk 10 minuten aan het wachten op de metro. Ik dacht dat er elke 2 minuten wel een metro kwam. Ik zweer je, toen ik in Londen was, elke 2 minuten kwam er wel eentje. Zelfs in Londen kwamen ze nog vaker. En dan moet ik hier 10 minuten op wachten, maar eindelijk zeg. Die metro is er, meneer. Tot we iets sneller kunnen gaan, hè. Oh, wat zullen ze in godsnaam extrein. Ik zweer het je. Ze zijn dus weggekomen en dat is echt niet best. Oké, laat ik even de metro instappen. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Ah, oh, gelukkig. Oké, ik heb in ieder geval mijn ticket weten te betalen en dat is heel fijn. Thank you for traveling with Los Santos Transit. Your ticket has been approved. Kijk, dat is heel fijn. Dat betekent dat ik hier gewoon even lekker in de metro kan zitten en even de metro kan rijden, want dat is natuurlijk wel fantastisch. Oké, die metro gaat eindelijk dan vertrekken. Ah, beter ook, man. Ik zweer het je. Nou, daar gaan we dan. Hey, kun je even je waffel houden of zo? Even hier een keer te gaan praten, vriend. Heb je tegen mij soms, hè? Ah, hey, vader. Wat denk je wanneer? Hier. Zo, sukkel. Hoppakee. En jij ook, hè? Meneertje. Een beetje gemeen doen. Ga je een beetje lopen bukken. Hier. Dit kun je krijgen van mij.
Zo, hoppakee. Hè, wat denkt meneertje wel niet? Dit is wat met vele mensen wat jij doen. Ik zweer het je, man. En oh, ik begin me echt heel erg draaierig te voelen. Maat, ik zweer het je. Dit is echt niet best. Oké, waar zijn we nou ook eigenlijk op dit moment? En oh, dit is echt niet best. Oké, guys, ik ben dus juist in slaap gevallen. En waar ben ik ineens beland? Ik ben dus helemaal ergens anders. Oh my god. En ik ben dus helemaal uitgetikt. Ik zweer het je. Hoe ben ik ineens hier terechtgekomen? Ik snap er werkelijk waar helemaal niks van. Misschien moet ik eens even iemand vragen. Want ik wil even weten waar ik ben. Ik weet helemaal niet waar ik ben, joh. Oké, ik zie daar wel iemand lopen, maar het is veel te ver. Ik ga eens even kijken. Misschien als ik naar buiten kon, dat ik wel even kan zien waar ik ben. Maar hè, waar ben ik nou weer beland? Ik zweer het je. Ik ben dus. Meneer, zou ik even iets mogen vragen? Waar ben ik op dit moment? Dude. Je bent in New York. In New York? Hoe is dat mogelijk? Hoe kan ik ineens vanuit daar naar New York komen? Oké, dat verblijft voor mij ook even echt een vraag. Maar goed, laten we de auto van Shaki. Shaki? Wacht, wat? Oh my god, Shaki heeft gewoon letterlijk zijn auto hier staan? Dat is wel goed nieuws. Dat betekent dat Flodder in de buurt is. Eens even kijken, rijdt dat ding een beetje lekker? Ja, hij rijdt prima eigenlijk als ik die Flodder-auto pak zo. En we zijn dus bij de dinges, bij die mooie straat. En ik heb dus al blijkbaar weer ruzie gemaakt. Oh my god, hé meneer, je hoeft niet zo agressief te doen. Hier, pak het aan dan, hè? Kap, hier, die kun je krijgen van mij ook. Alsjeblieft. Dag, ga maar lekker liggen jij meneer. Helemaal goed. Nou, wel trusten. En pas eens even op, joh. Ik zweer het je. Sommige mensen willen gelijk ruzie maken als ze tegenaan rijdt. Ja, dan kun je het krijgen ook. Maar laat even het huis van de Flodders opzoeken. Want ik denk dat dat wel een verstandig idee is. Maar waar zal het dan eigenlijk precies zijn? Dat durf je niet te zeggen. Maar daar gaan we op één manier achter komen. En pas eens even op, mevrouw. Je rijdt op mijn rijbaan, schelen. My god. Oh, wacht. Dat is niet helemaal waar. Hè? Wacht eens even. Dat kan toch niet? Dat betekent maar één ding: dat ik tegen het verkeer in rijd. En dat is wel heel duidelijk. Maar als het goed is, zijn we dus bijna aangekomen op de volgende plek. En ik weet dus echt niet waar ik met mijn beland. Ik zweer het je. Maar ik moet mijn auto proberen terug te vinden. Waarom ben ik ook in slaap gevallen? Oh, wat stom dit. Hé, hey, het is een roze Audi. Ben je serieus, alsjeblieft? Ik hoop niet dat het mijn auto is. Ik ga eerst even mijn hotel eventjes... Nee, ik ga dat niet doen. Ik ga eens even kijken. Is dat serieus mijn auto? Wacht, wat? Hoe kan het ook zo zijn dat die hier staat ineens? Oh my freaking god. Oké, laat ik hier even naar binnen gaan. Ik denk dat het wel een goed idee is. Ik kan niet verwachten dat mijn auto hier binnen staat. Oké, ik ben eens dus even binnengekomen. En wat? Ik zie letterlijk de Flodders hier staan. Wat zijn ze aan het zeggen? En wat vinden jullie van de kleur van mijn nieuwe auto? Ik vind het wel leuk. Kan ik eindelijk eens een mooie rijke vent aan de haak slaan? Ik vind dit echt voor meisjes. Je hoort Kees al. Nou en? Ik vind dit wel mooi. Je bent gewoon jaloers dat jij geen auto kan rijden. Ik vind het maar niks, Johnny. Voel me net een Barbie-pop. Oké, ze hebben natuurlijk weer een discussie over die auto. Ik ga eens even kijken in een jaszak. Want waarschijnlijk die ligt er weer in de moeders zak, denk ik. Eens even kijken, hoor. Ligt hier ergens een jas? Wacht. Wat? Dat is mijn oudsleutel. Wat doen ze op de bierkraten? Oké, dat is wel een beetje apart. Laat ik even heel snel naar buiten gaan. Shh, ze mogen niet doorhebben. Ik ga er mooi vandoor met de auto. Ik meen het. Maar ik kan toch wel even rood maken. Want wat een lelijke kleur is dit. Wie dacht ook even leuk te zijn om even mijn roze te maken? Wat een stomme grap is dit. Een verschrikkelijke kleur. Ik kan hier niet normaal naar kijken. Nu moet ik zeggen, de auto van Shaki rijdt best wel prima. Maar eens even kijken, waar ga ik mijn auto kunnen doen? Daar moet ik even naar zoeken. Krijg ik nou wat er kijkers van aan zijn gekomen? Laat ik even mijn auto even rood maken weer terug. Oké, dit is wel een heel stuk betere kleur in ieder geval. Godzendamme, zeg wat een ander. Een lelijke kleur was die roze. Ja, ik weet nog steeds niet wie zijn idee het was, maar het is toch verschrikkelijk, jongens. Oké, laat ik even teruggaan, want ik denk dat het wel een verstandig idee is. Laat ik even, want ik wil even weten wat hun aan het doen zijn. Want waarschijnlijk komen ze zo meteen naar buiten en denken van, hun, wat is er aan de hand? Eens even zien hoor, want ik denk dat het verstandig idee is. Ik ga eens even kijken waar ze eigenlijk in godsnaam überhaupt zijn gebleven. En daar zijn ze. Oh, ze lopen allemaal naar de bus toe. Ze gaan dus met de bus weg. Oké, mooi. Dag losers. Nou, in ieder geval hartstikke mooi dat ze hier lekker weg gaan rijden. Mooi. Dat betekent maar één ding. Dat ze lekker vandoor gaan. Ik denk dat het een verstandig idee is. Eens even kijken hoor. Rijdt de bus überhaupt wel goed zo? Oké, mooi. Zullen we gaan volgen? Eens even kijken wat ik kan doen. Ik denk dat het wel een verstandig idee is. Weet je wat mensen? Laat ik even de bus gaan volgen. Nou weet je, ik ga lekker slapen hier. Ze mogen mij lekker gaan zoeken, want ik wil dat ze mij nu maar rust laten. Ik heb mijn spullen in ieder geval weer terug. Oké, guys. Ik denk dat het de hoogste tijd is om even lekker te gaan slapen. Ik zweer het je. Oh, ik begin echt helemaal moe te worden. Ja, maar het is heel logisch wat ik bedoel. Ik heb een heel kort slapende meter. Ik ben gewoon letterlijk wakker geworden door de keiharde grond. Maar in ieder geval, we zijn dus hier aangekomen bij ons huis. En ik denk dat het de hoogste tijd is om even lekkere tukken te gaan doen, mensen. Dus weet je wat? Wel trust iedereen. A few moments later. Ja, wakker worden, Ettenbak. Huh? Wat is er? Hallo? Wat doe jij ineens in mijn huis, hè? Zeg, waarom ben je ons gevolgd? Ben je soms jaloers op Johnny's nieuwe auto? Nee hoor, ik ben helemaal niet gevolgd. Hoezo? Teruggeven, Ettenbak, voor ik whisky op je afstuurt. En like allemaal deze video. Nu meteen! Wacht, wat? Ben je heel serieus? Oh my god, dit meen je niet. Waarom ben je zo gemeen tegen mij? Hé, ben je helemaal gek geworden? Auw! Hé, stop er eens mee, joh. Hier, kun je krijgen, maar Flodder. Oh nee, ik zweer het. Je wordt gewoon keihard aangevallen. Hier, geef me die knuppel aan mij, hè? Mijn knuppel vanaf nu. Ben je helemaal gek geworden? Zo, dit is wat we met jou doen. Wat dacht je wel niet? Dit heb ik niet van mooi te machteren. Ik zweer het je, ik moet even iedereen proberen te zoeken, man. Oh, ik weet alleen niet precies waar ze zijn. Kees wil waarschijnlijk naar de haven om het geld op te halen. Misschien is Johnny er ook, ik weet het niet. Ik durf het even niet te zeggen, maar laat even op zijn minst even gaan kijken. Ik denk dat dat een goed idee is. Dus laat even naar het park gaan, of tenminste naar het schip toe. En laten we daar even gaan kijken, want ik denk dat ik daar wel iets mee kan. Oké, en hier moet het dan zijn, hè? Laat ik even het schip opgaan en ik denk dat de hoogste tijd is om even hier een en ander even te fixen. Oké, laten we gelijk uitstappen en even naar boven klimmen. En dit is dan het schip, hè? Ik weet niet wat ik hier kan verwachten.
wachten, man. In ieder geval, laat ik even naar binnen gaan. En wat de hel, wat is dat voor een rare deur? Ik heb dat nog nooit gezien. En wauw, het is wel echt heel erg belicht hier. Dit is in ieder geval een stuk beter. Mijn goed, zeg. Iedereen zit hier gewoon lekker te vreten, oké? Okay. Maar hier beneden moet het dus zijn, hè? Maar waar dan? Wacht, wat? Ben je heel serieus? Ja, Kees, jou moet... wat doe je hier zo? Nee hoor, ik heb jouw geld hier niet gevonden. Dat ligt er niet. Probeer jezelf weer een beetje onderuit te praten, want je zegt het geld ligt hier niet. Je weet heel goed waar ik het over heb, hè? Nee, hoor echt niet. Ik heb niet die vier zakken met geld. Kees, weet je wat we met jou gaan doen? Hier, dat kun je krijgen. En Johnny gaat je echt niet helpen, hoor. Auw, hey, doe eens even normaal, joh, gek. Kees, dat kun je niet maken, bro. Hier, dit is wat we met jou doen. Zo, hoppa. Even die pet van je kop afslaan. Dit ziet er beter uit. Zo, dit is wat we met Keesje doen. Dit vind ik wel echt heel erg gemeen dit. Laat ik even heel snel wegwezen voordat ik straks problemen krijg. En zijn die mensen nog steeds zo lekker aan het eten? Nou, voor mij zijn ze niet echt bepaald lekker aan het eten op dit moment. Snap ik wel. Maar ik ga je niet aanvallen. Wees maar niet bang. Ja, goed, weet je. We zijn dus weer buiten terug aangekomen. En oh my god, ik weet niet, ik stuk helemaal. Dat is niet echt de bedoeling. Oké, daar is de auto. Laat ik even naartoe gaan. Het is tijd om even in te stappen, man. Weet je wat ik eens ga doen? Ik ga nu even op zoek naar Johnny en Kees. Want ik zweer het je. Ik ga ze even mooi te pakken nemen. Want wat hier gebeurt, dat accepteer je niet langer. Maar waar zullen ze dan precies zijn? We rijden in ieder geval over de New York Bridge. En eerlijk, dit is wel even een hele mooie plek om overheen te rijden. Dit is even gewoon puur genieten. Dat moet ik ook wel even zeggen hoor. Maar als het goed is, moet het daar ergens zijn. Ah ja, kijk dan. Het verlaten gebouw is gewoon letterlijk daar. That's interesting. Laat ik even gelijk naar binnen gaan. Want ik moet daar zijn, man. Goed, en wat moeten ze daar nou weer doen? Ah ja, waarschijnlijk is met iemand afgesproken. Ze is ook niet echt de slimste. Daarvoor is het ook, zoals we noemen, een dom blondje. Waar zou ze dan in godsnaam moeten uithangen hier zo? Laat gewoon even naar achteren lopen. Ik denk dat ik daar misschien iets wijzer van word. En eens even kijken hoor. Waar moet ze eventueel zijn? Oké, als het goed is, in die kamer. En wat? Wat doet Kees Vodder hier? Geen woorden, maar daden. En ja, daar denk ik er ook over. Hey, au, au, au. Doe eens even normaal, joh, Kees. Au. Hé, hey, dit kun je niet maken, vriend. Hier, dit is wat we met jou doen. Stoppen jij, hè? Keesje. Zo. Hoppakee. Dit gaan we niet accepteren. Met die... en ook heel typisch, die gummiknuppel. Laat het even mooi meenemen. Ik denk dat het een verstandig idee is. Het is tijd om Johnny te zoeken. Er zou maar één plek eventueel kunnen zijn waar die is. En dat is in Central Park. Lijkt me op zich wel het meest logisch. Laten we er even naartoe gaan. Maar ik denk dat het verstandig is om eerst even de exit te vinden. Want dat duurt ook best wel lang. Maar goed mensen, hier is dan de exit. Laat ik even de auto instappen. En ik denk dat het de hoogste tijd is om even lekker te gaan gassen. Hoppakee, hier. Gaan met die banaan. Weet je wat? Ik ga dus door naar de volgende plek. Oké, guys, we zijn eens aangekomen bij Central Park. En ik denk dat er één ding betekent: auto parkeren en gaan. Laten we gewoon even lekker naar binnen gaan, man. Oh my freaking god. Maar hè, waar moet Johnny dan eventueel zijn? Ik zweer het je. Ik weet oprecht niet waar die guy in uithangen is, man. Oh my god. Ik ben hier wel aan het zoeken, maar ik kom er niet echt uit of zo. Ik weet niet wat aan de hand is. Laat ik hier ook even gaan lopen. Ik denk dat het sowieso wel een goed idee is om even te doen. En hé, au, au. Hé, doe eens even normaal, joh. Johnny, doe eens niet. Hij, dat, denk je dat, hè? Hier. Au, oh, oh. Goed, laat ik even binnenkomen. Want ja, we zijn met de hele klas. En waar is iedereen? Oh ja, ik ben natuurlijk op het MBO. Nou, volgens mij heb ik geen les. Hé, waar ga je naartoe? Je hebt gewoon les hoor. Oké, maar waar is iedereen dan? Ja, niemand is opkomen vandaag. Je bent de enige vandaag. Wacht, ben ik de enige in de klas? Hoe is dat mogelijk? Maakt het niet uit, Delano. Ik heb je video geliked. En alleen als je toets haalt, ga ik ook op je abonneren. Ik ga mijn best doen, mevrouw. Als ik mijn toets haal, dan moeten jullie ook allemaal liken en abonneren, mensen. Ik hoop dat je gelijk al geliked hebt. Doe het alsjeblieft eventjes. Maar als ik een toets haal, dan moet je het zeker doen. Oké, ik ga even een rekentoets maken. Oké. Delano, wat is 1 plus 1? 1 plus 1, dat is 2. Helemaal goed. Oké, wat is 1 min 1? Dat is natuurlijk 0. Helemaal goed. De laatste vraag. Wat is 2 keer 2? 4. Correct. Je hebt de 10 gehad voor je toets. Ik like deze video en abonneer. Dat betekent dat de kijkers ook moeten liken en abonneren. Nou, fijn. Fijne dag, mevrouw. Jij ook, Delano. Kijk, mooi. Nou, ik heb in ieder geval mijn toets gehaald. En oh mijn... Wacht, wat gebeurt hier nou weer? Hoi, help me alsjeblieft. Help! Wacht, wat is het te betekenen? Grappig dit, hè? Ja, inderdaad. Kapot grappig. Mag ik even weten wat er aan de hand is? En hey, wie dat nou weer gedaan? Wat, het is mijn tweelingbroer? Ik wist dat ik een tweelingbroer had. Wie heeft dit gedaan? Degene die het heeft gedaan heeft echt een groot probleem. Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Nee. Oké, dan. Nou ja, ik denk dat ik er even achter moet komen wie het heeft gedaan. Ik durf het niet te zeggen, maar we gaan erachter komen. Hey, is alles oké met jou? Ja, het gaat niet echt heel goed met mij, maar help alsjeblieft. Ik kan je helpen, maar hè? Wie ben jij nou weer? Allemaal wegwezen, jullie hebben niks te zoeken. Oh, ik ga je eruit halen. Even een klein momentje. 1, 2, hoppa. Nog niet goed. Oké, hop. En als het goed is, kun je er nu uit. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken, Delano. Ja, geen probleem. Maar hey, wat is jouw naam dan? Je lijkt wel heel erg op mij. Je hebt dezelfde shirt als mij aan, maar behalve de achterkant als weer niet hetzelfde. Mijn naam is Ricky en het klinkt misschien een beetje raar, maar ik ben gewoon je tweelingbroer. Mijn tweelingbroer? Ik wist helemaal niet dat ik mijn tweelingbroer had. Mijn ouders hebben het dan nooit verteld. Dat klopt. Je weet dat je moeder altijd een tijdje alleen heeft gewoond, dat hij later eens een vriend had. Ja, dat weet ik. Hoezo? Nou, dat is namelijk niet je echte vader. Huh? Oké, ik ben een beetje confused, maar wie is mijn vader wel dan? Dat wil ik liever geheim houden. Oké. En
een beetje apart, maar ik ga je helpen, oké? Okay? Vind alsjeblieft de dader. Ga ik doen. Oh my god, dit is wel een beetje apart, maar laten we even naar beneden gaan. Ik denk dat Hoosdijd zo'n weg te wezen hier. Oké, okay, wij gaan eens kijken naar de eerste dader. Eens even kijken wat hij te zeggen heeft. Mensen, jullie mogen in de comments raden wie eventueel de dader kan zijn. En ik ga dus nu bij de allereerste langs. Ik weet echt niet wat ik hier kan verwachten, maar laat ik hier even heel stiekem naar binnen sneaken, want oh my god, moet vast wel rijk zijn. En ja, dit was eigenlijk wel de dichtst bij zijn, dus we moeten even kijken, ja, wie er eigenlijk allemaal achter zit. Oké, dus hier moet het dan misschien zijn, hè? En hey, wat heeft dit nou weer te betekenen? Oh nee, iemand heeft me in de kooi gestopt. Oké, dat betekent maar één ding. Ik moet deze kooi proberen kapot te maken. Oké, het stuimt te slopen, man. Hier, oh, dat werkt dus nog niet. Oké, oh. Ik zweer het je, ik kan niet fatsoenlijk lopen hier zo. Het feit dat ik nog kan lopen, dat vind ik eigenlijk wel heel erg knap. Oké, ik ga maar één ding proberen te doen. Ik zweer het je, man. Oeh, gelukt. Oké, dit was gewoon een val. Zou dit bij alle inbrekers doen of was het gewoon puur op mij gericht? Ik durf het niet te zeggen, maar ik moet weten wie degene er is die hem heeft opgesloten. Kijk, het feit dat ze allemaal lachen vind ik natuurlijk niet oké, hè. Maar ik moet erachter komen. Zo, meneer. Hey, wat denk je wel niet, hè? Wat jammer, joh, voor je tweelingbroer. Maar ik heb er niks mee te maken. Ah, en hoe weet je dan dat je er niks mee te maken hebt dan? Precies hoe ik het zeg. Precies hoe ik het zeg. Oké, als je zo gaat beginnen, dan gaan we niet toelaten, hè? Wat denk je wel niet? Ik wil dat je mijn huis uitgaat. Je hebt hier niks te zoeken, vriend. Oprotten nu. Hoezo oprotten? Doe eens even normaal, joh. Je zit wel mee te pesten met die tweelingbroer van mij, hè? Oh my god, weet je wat ik met jou ga doen? Bam. Dit is wat je kan krijgen van mij. Dit is niet zo tof, hè? Oké, mensen, jullie mogen even raden in de comments. Zal hij erachter zitten, ja of nee? Ik denk degene die erachter zit, dat hij me constant in de gaten zal houden. Maar wie zal dat eigenlijk zijn? Daar gaan we snel achter komen. Door naar de volgende dader. Oké, dames en heren, wij zijn eens lekker aan het skaten. Wow, wat nice het. Oh, wat een leuk skateboard is het ook. Woe! Ouch. Oké, dit doet wel een beetje pijn, maar gaat even niet om. En wacht, wat is hij daar aan het doen? Wie ben jij nou weer? Ja, daar ben ik ook bij, hoor. Oké, leuk. Wat ben je van plan? Je kan niet eens skaten, man, sukkel. Oh, whatever. Jij denkt ook dat je de grapste thuis bent. Nou, in ieder geval misschien wel gelijk. Maar mensen, ik hoop echt dat jullie deze video hebben gelijk. Want anders is de grote kans dat een van deze mensen achter jou aankomt of een van die creepypasta's. Kan iedereen zijn. Maar goed, laten we lekker naar boven gaan, want we gaan even lekker glijden. Want de volgende dader zal je namelijk ook vandaag aanwezig zijn. Maar wie? Wij komen dus weer bovenaan en ik ben dus heel erg benieuwd wat ik hier kan verwachten. Oké, laten we deze pijl gaan volgen en even kijken. En Pomni? Wat doet Pomni hier zo? Heb jij er iets mee te maken? Nee hoor, ik heb er niks mee te maken. Oké, en waarom stond je er net zo hard te lachen? Sta je niet zwaar, joh. Iedereen zit te lachen. Laat me even genieten van deze mooie dag. Dat laat ik alleen doen als je gewoon even uitlegt wat er nou aan de hand is. Wie heeft het gedaan? Ga ik jou niet vertellen? Nee. Als je zo gaat beginnen, oh wat, ik zweer het je. Bam, ga er maar lekker vanaf. Oh, wow, oké. Ik ook even glijden. Dus even kijken wie als eerst beneden is. Pomni of ik? Oké, wow, oké. 3, 2, 1, we gaan echt super snel. Ik zweer het je. En wow. Oh joh, we vliegen kapot ver. Ouch. Oh, oké, die doet wel heel veel pijn. En komt Pomni er ook aan? En jou hoor, Pomni komt er ook aan. Oké, mensen, denken jullie dat Pomni de dader is? Laat even achter of het wel zo is of niet zo is. En als jullie denken wie wel de dader is, als je het weet, laat even achter in de comments. We hebben natuurlijk nog een hele daderlijst af te gaan. En laten we eerst even lekker een ijsje gaan eten. Want ik denk dat dat in ieder geval een goed idee is. Oké, we kunnen eens een shot gaan nemen. Dat gaan we dus even niet doen. Hey, man, zo niet. Ja, ik zit niet in de gevangenis, hè? Oké, maar goed, laten we verder kijken. Hier heb je een ander winkeltje. En hier, hey, elf on the shelf. Had ik die niet al eerder gezien? Hallo Delano, wat voor ijsje wil je? Doe maar 2 chocoladeballen alsjeblieft. Oké, ga ik voor je regelen. Mooi. Ondertussen eet ik zo een chocoladebol op en ga ik dus door naar de volgende dader. Wij zijn ondertussen op zoek naar de derde dader en er stapt dus iemand uit de auto. Oké, hartstikke fijn. Maar wie zou eigenlijk de derde dader zijn? Dat durf ik even niet te zeggen, maar laten we al deze plekken scannen. Ik denk dat het Cartoon Cat is. Maar goed, we gaan eens even kijken of het ook daadwerkelijk zo is. Oké, laten we even eten gaan bestellen, maar niemand is er. Dat betekent dat de hele winkelcentrum op leeg is op 1 iemand na. En jou hoor, daar is hij dan. Cartoon Cat. Eens even kijken. Zou Cartoon Cat het misschien gedaan hebben? Dag Delano, ik ben Cartoon Cat. Ja, dat heb ik ook wel gezien. Hey, ik ken jou nog. Oh ja, en wie ben jij nou ook alweer? Die jongen van het ziekenhuis, klopt dat? Jazeker, hoezo? Hier, fuck you. Hè? Wat dit betekent? Nee, dit gaan we niet zo doen, hè? Kom maar aan, zeg. Hey, doe eens even wat liefje uit tegen mij. Oh my god, even normaal doen. Nee. Je gaat er niet meer in. Hoppa. Bitch slap tegen jou. Maar je weet zeker dat ik het niet heb gedaan, Cartoon Cat. Ik ben gewoon aan het werk. Even uit je comfortzone stappen, jongen. Heb je dan wel of niet gedaan, Cartoon Cat? Nee, ik heb niks gedaan. En wie 12 gedaan, ga ik jou niet vertellen. Oh, is dat zo? Dader nummer 3. Zou dat Cartoon Cat zijn? Ja of nee? En als het hem niet is, laat even achter wie het wel kan zijn. Ik heb het idee dat diegene mij heel erg in de gaten te houden is. Het winkelcentrum was niks, maar ik heb zomaar een schoon vermoeden dat ook iemand met de metro gaat. Want ja, studenten, die kennen het wel, die gaan ook vaak met de metro. Laat net staan dat ik het idee heb dat hier ook gewoon iemand is die met de metro moet reizen. En ja, waar zal dit nou eigenlijk zijn? Ja, niet hier natuurlijk, maar wel verder beneden. Hier zijn 2 dames aan het kijken. Mevrouw, hebben jullie iets van een eng monster gezien of zo? Eng monster? Kijk, een monster kan of zo? Oké, laat maar zitten dan. Oh my god, gelijk weer. Dit. Meneer, heb jij misschien van dat monster gezien? Ja, ik heb namelijk een monster gezien. Hier, bam, kijk, hier, kun je krijgen, hè? Hey, doe eens even rustig, jij. Hey, zo bedoel ik het niet. Oh my god. Even rustig, jij, gast. Wat dit dan weer te betekenen? Dit is niet leuk, gelijk je wel te gebruiken.
Zo, hier hou ik dus echt niet van, hè? Meteen geweld gebruiken. Ik heb niet eens wat gedaan. Ik vroeg alleen voor een monster. Oh my freaking god. Nou, je ziet het ook weer gelijk dat mensen geweld gebruiken. Ik zie daar gelijk een politie staan met een wapen. Oké, dit wapen wil ik wel heel graag hebben. Politie, mag ik dit wapen alsjeblieft hebben? 3, 2, 1. Zo, bam. Dankjewel. Zo, hoppa. Dit wapen wordt van mij. Laat ik er even lekker naar beneden springen. Ik denk dat het een verstandig idee is. 3, 2, 1 en joink. Ouch. Oké, en auw. Oké, dit doet wel een beetje pijn. En hè? Is dat de trein? Ik weet niet, maar die staat helemaal stil volgens mij. Waarschijnlijk heeft hij vertraging. Zo, meneer Kermit, ik heb namelijk een vraag in jou. Dus jij bent ook een van de daders, hè? Delano, ik durf één ding te zeggen. Ik heb het serieus niet gedaan. Ik zweer het je. Laat me alsjeblieft met rust. En dan moet ik zeker weten dat je het niet hebt gedaan dan. Ik wil gewoon liever niet vertellen wie het heeft gedaan. Ik weet wie het heeft gedaan, maar ik mag het niet vertellen. Anders word ik echt gewoon kijk een klap. Maar is diegene hier ook aanwezig dan? Delano, het is je stalker. Mijn stalker, maar wie zou mijn stalker dan weer zijn? En dat is iets wat jij moet uitvinden. Oké dan. Zo, jongeman, zijn er problemen? Nee, hoezo zijn er problemen dan? Omdat je Kermit zo provocerend aanspreken. Oh my god, wat is dat? Waar heb je het over, meneer de agent? Kijk achter je. Achter me, voor me bedoel je. En wacht, wat is dat nou weer? Hé, hey, wie is dat? Oh my god, wat? Dit ben je toch niet serieus? Het is gewoon een trein die aan het rennen is. Oh my freaking god, oké, dat is wel heel erg raar. Maar Kermit, dat je niet durft snitchen, dat vind ik wel echt heel erg vaag, hè? Dat kun je niet doen. Stommerik dat je bent. Hé, mensen zijn echt in paniek. Bam, dit is wat we met Kermit doen. Oké, nu is het nou wegwezig. Ik zweer het je. En waarom zo'n seconde trouwens, Thomas? Wat is dit dan weer? Is het Thomas? Ik durf het even niet te zeggen, maar ik vind het een beetje raar dat hij eens begon te rennen. Mensen, denken jullie dat Kermit de kikker was? Laat even achter in de comments. We gaan de echte daden echt wel vinden, maar jullie moeten het raden. Wij zijn dus aangekomen bij het volgende spel. En ja, het is dus Red Light, Green Light. Ik denk dat de game wel duidelijk is. Laten we gaan beginnen. Oké, het is denk ik de hoogste tijd dat we gaan lopen. Oké, 3, 2, 1. Laat het even snel mogelijk doen, man. Ik zweer het je. Oh, ze draait zich om. Oh, gelukkig. Die heeft niks gezien. Oké, mooi, mooi. Even wachten dat hij. Oké, terug. En die is oké. Go. Ik zweer het je. We moeten zo snel mogelijk komen, man. Oké, 3, 2. Oké, en die draait zich gelijk om. Oh, nee. Moet die proberen te draaien, man. Ik zweer het je. En oké, ze draait er terug. Mooi. Dat betekent maar één ding. Dat ik heb. Zo, hoppa. En we hebben het gewoon gehaald. Jouw is Squid Game Doll. Wat denk je dan? Dat gaan we niet doen. Die is wel heel groot trouwens. Dat moet ik wel even zeggen, man. Nou, die gaan we even mooi de map uittrappen. Ik denk dat het een goed idee is. Wow. Nou, die Squid Game komt in ieder geval niet meer overeind. En dat komt maar goed uit. Want eerlijk, deze staat alleen maar in de weg. Maar denk je dat Squid Game Doll de dader is? Ja of nee? Zal die echt mensen opsluiten? Ik durf dat niet te zeggen. Laten we even doorgaan naar de volgende. Oké, dames en heren. Wij komen dus aan op de volgende plek. En ik weet echt niet welke ik kan verwachten. Maar het is dus hier zo. En oké, wat gebeurt daar nou weer? Hè? Wat is jij gaat dan doen? Waarom is hij trouwens op een sneeuwpop aan het schieten? Oké, een beetje. En nooit dat hij dit doet, maar duidelijk. Waarschijnlijk is hij een beetje onbekwaam als agent. Weet je wat we met een onbekwaam agent doen? Bam, dit. Wat een rare gast. En oh, wat zijn de cadeautjes hier zo. Oké, het is een beetje heel raar. Agent die op een sneeuwpop aan het schieten is. En twee hele fantastische cadeautjes. Hartstikke leuk dit. Ja, dankjewel. Goed, laat ik er even op klimmen. Want eerlijk, deze dames zijn wel een mooie cadeau. Maar kunnen ook een afleiding zijn. Laten we even moeten kijken. Want ik denk dat er iemand boven zit. Maar ja, ik denk wel meer. Goed, laat ik er even naar boven gaan klimmen. En even kijken wat er nou daadwerkelijk zit. Want ik denk dat het wel een verstandig idee is. Oké, en daar zit dus Elf van de Shelf, hè? Ja, dus jij hebt hem zeker eens mee te maken, Elf van de Shelf. Delano, dat kan misschien wel irritant zijn, maar ik heb er niks mee te maken. En hoe weet ik zeker dat je er niks mee te maken hebt dan? Zo moeilijk is dat niet. Ik ben hartstikke braaf. Ik ben altijd gewoon lief. Ik zit al bij mensen op de vensterbank. Oké, wel bij mensen op de vensterbank zitten, maar daar geloof ik helemaal niks van, jongen. Maar ik ga niet zeggen wie het wel is. Want ik weet het wel. Ah, dus je weet het wel. Dus jij bent het gewoon, hè? Oh my god, dit is wat mijn Elf van de Shelf doen. Zo, hoppa. Niks aan het handje hoor. En om zeker even te weten dat je het niet bent, gaan we je even eraf afgooien. Ik denk dat dat misschien een beter idee is. Kunnen we het niet afgooien of zo? En ineens wordt hij wel langer. Ik weet zeker stretchen. Bam. Hoppakee. Wow. Oh my god. Dit wist ik niet. Ik heb dus gewoon echt een low sweep gegeven dat hij eraf vloog. Oh my. Ja, leuk. Nou mensen, denken jullie dat Elf van de Shelf is? Laat even achter in de comments of het hem wel of niet is. We gaan door naar de volgende slachtoffer. Of dader, want ik ga mensen slachtoffers maken als ze zo doen. De boot is daar lekker aan het vertrekken, maar wij kunnen dus lekker aan bij Five Nights at Freddy's Playroom. En ik ben dus heel benieuwd wat ik er eigenlijk binnen kan verwachten. Dit is namelijk het gebouw, dus laten we binnen gaan kijken. En ja hoor, dit is het dan, maar wat moet ik dan hier eigenlijk doen? Want Five Nights at Freddy's zat er helemaal niet in. Nou, laten we gaan kijken. We hebben natuurlijk Freddy, we hebben Chica, we hebben Bonnie en wie is dit dan weer? Hè? Huh? En mijn naam is Foxy. Nee. Hoi Pennywise, wat denk je wel niet grappig te zijn, hè? Weet je wat met grappige clowns als jij doen? Die niet grappig zijn? Hier, deze kun je krijgen. Zo, wat denkt hij wel niet? Nou, wat denkt hij? Hij denkt dat het niks meer te maken heeft. Wat een leugenaar. Ik heb het idee dat hij zomaar de dader is. Mensen, heb ik het goed of heb ik het fout, denk je? Laat even achter in de comments. Weet je, we gaan even door naar de volgende dader. Want ik wil er echt even achter komen. Gezien deze pestkoepen allemaal bij mij in de klas zitten, betekent het maar één ding. Dat ik weer de volgende locatie heb gevonden om te kijken wat er nou aan de hand is. En ja, het is bij de receptie, want deze gaan dus op vakantie toe. Ik heb namelijk gehoord gekregen. En wat krijgen we nou? Hé, ik hou van jou. Ik hou ook van jou. Oké, alles oké daar zo. Chucky, even een vraagje. Waarom zit je nou uit te lachen dan, hè? Want het pest is toch niet oké? Ik zou maar gauw weggaan als ik jou was, anders heb je gauw probleem. Inderdaad, op Rotterdam. Oh my god, deze klinken erg bezeten. Dat gaan we niet accepteren. Nee. En wat? Zijn ze heel serieus? Hé, dat kunnen we niet doen. Oh nee. Stop.
Niet doen, hoppa. Dit gaan we niet taxeren, jongens. Echt niet, hè? Nee, wegwezen jullie allebei. Oh nee, Tiffany leeft nog. Oké, wow. Oh my god, ja, ik heb even een andere keuze gehad, maar wat zijn ze gemeen toch, hè? What the hell? Nou, deze hebben we ook in ieder geval mooi te pakken gehad. Beetje snel, maar een beetje snel dan ooit, hè? We gaan door naar het volgende eiland. Wij zijn dus aangekomen op het volgende eiland en waarschijnlijk ook de laatste Pesco die we gaan aanpakken. En daarna moeten jullie een conclusie gaan trekken, mensen. Wie het echte Pesco pest? Oftewel, wie heeft de dubbelgang, oftewel mijn tweede broer, opgesloten in de kast? We moeten erachter komen. Goed, we zijn dus in het bos, dus we hebben wel even lampen nodig. En oh my god, deze bomen zijn zo hoog. En hè? Dat is wel een hele rare boom. Deze boom nog nooit gezien. Is dat ook een boom? Wat? En hij beweegt zoveel. Oké, never mind, het is dus geen boom. Oh nee, wacht, dit betekent maar één ding. Ik moet hem uit de lucht halen. Zo, bam. Die gaan we niet accepteren. Wojo, oh my freaking god. Nou, ik hoop dat hij zichzelf te pakken heeft. En wat? Hij komt gewoon overeind. Nee, ik kan je niet menen. Oké, laat hem maar lekker liggen. Oké, we gaan even lekker verder kijken. En hey, dat heet het. Jij bent het, hè? Wat heeft dat te betekenen dan? En natuurlijk gaat hij niks zeggen. Zwijgrecht zeker, hè? Weet je wat ook zwijgrecht is? Kijk, dit. Paf. Zwijgrecht. Nou ja, in ieder geval, ik denk dat we de data's allemaal gehad hebben. En we gaan een conclusie gaan trekken. En ik ga eventjes terug naar mijn tweelingbroer. Dubbelganger, of wat het ook wel zijn. Hey, ik heb ze allemaal te pakken gehad hoor. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken, Delano, maar je bent echt een held. Hey, geen probleem, jongen. En ja, wat is jouw naam ook alweer? Kijk, jou je vertellen. Maar hartstikke bedankt. Graag gedaan, denk ik. Ik ga nog eens een keer zaken met je doen. Maar in ieder geval, wie denk je wie de dader is? Ik heb helaas niks gezien. Ja, ik weet het ook eigenlijk niet. Maar mensen, jullie mogen in de comments achterlaten wie de echte dader is. Wie heeft er denk ik opgesloten? Volgens mij zijn er echt wat hints in deze video gevallen. Dus jullie moeten deze video liken, abonneren en adios.